Hey! Zo, daar zijn we hoor. De derde livestream van deze week. Ja, let's go! Hartstikke leuk jullie er allemaal weer zijn. Wat een enthousiasme al. Wat zijn er alweer veel mensen. We zijn alweer met 300. Nou, dat is toch helemaal gezellig. Super leuk dat jullie er allemaal zijn. Ik zie ook al heel veel leden. Ricky zie ik, Saar. Leuk jullie er allemaal zijn. Hoi hoi. Gezellig. Ja, we gaan natuurlijk vandaag weer verder met de Big Brother Challenge. Ik denk dat heel veel van jullie er gisteren ook al bij waren. Mocht dit je eerste livestream zijn of mocht jullie het gisteren gemist hebben, dan zal ik straks nog wel even een kort overzichtje geven. Zodat jullie een beetje weten hoe en wat. Dus, ik zie ook al iemand zeggen, dit is mijn eerste keer live, zegt Sophie. Nou, geen zorgen Sophie, ik ga het je zeker nog wel een beetje uitleggen. Er zijn gisteren twee mensen uitgegaan, Morgan en Jordan. Morgan had ik wel een beetje verwacht en Jordan absoluut niet. Dus en het wordt weer spannend wie er nu uitgaat. Nu zijn er echt nog maar een paar mensen over. Dus ja, je begint echt een beetje een soort van band met ze te krijgen. Of in ieder geval, je gaat het iedereen wel een beetje gunnen of zo op dit moment, heb ik het idee. Dus het wordt lastig wie eruit gaat, maar we komen er vast uit. Bo, wat is jouw favoriete Sims pack? Vraagt iemand. Ik heb wel eens een video gemaakt over dat ik alle pakketten ga ranken, zeg maar. Maar een paar van mijn favorieten zijn Sims 4 Wordt Beroemd en Stedelijk Leven. Ik denk dat mijn twee topfavorieten zijn. En ik vind Vampieren, Magische Rijk en Weerwolven ook leuk, maar dat vind ik alleen af en toe leuk. En Wordt Beroemd en Stedelijk Leven vind ik altijd eigenlijk leuk. Dus ja, ik denk dat dat mijn favorieten zijn. Ik kan niet meer wachten, zie ik al. Oh, nee, ik ga de Sims alvast opstarten. Mocht je trouwens afvragen wat deze dingetjes hierboven zijn. Dit zijn de nieuwste abonnees. Dus die geabonneerd zijn op mijn kanaal. Dit zijn de nieuwste leden. Je kan lid worden van dit kanaal. Hieronder zie je ergens als goed te staan lid worden. Of op mijn kanaal zie je ook lid worden staan. Als je daarop klikt, kan je lid worden van mijn kanaal. En dan krijg je, zoals een aantal mensen in de chat ook hebben, zo'n leuk Sims-icoontje naast je naam. En je krijgt ook een aantal voordelen, zoals speciale video's. Voor de leden, aankomende zondag komt er weer een speciale ledenvideo online. Dus als je nu lid wordt, dan kan je die ook gelijk meepakken. Als je mij wil supporten, dan kan je een donatie doen via Superchat hier op YouTube. Dat hoeft niet. Mag wel. En als je mij gewoon gratis wil supporten, is het al heel erg leuk als je op het duimpje omhoog klikt. Of abonneert op mijn kanaal natuurlijk. Sowieso wel even abonneren. Zoals Elena hier nu net heeft gedaan. Top Elena, leuk je geabonneerd bent. Ik ben de Sims aan het opstarten. Ik wil Lily's kindje zien, zegt Alfred. Ja, er is dus iemand zwanger in het huis. Dat is ook wel heel erg heftig. Kan eigenlijk echt niet, maar het is toch gebeurd. Kunnen er nu niks meer aan doen, laten we het zomaar even zeggen. Het is gebeurd. Ja, we kunnen er letterlijk niks aan doen, want je kan natuurlijk abortus doen. Eventueel, dat willen ze helemaal niet natuurlijk, maar ja, daarvoor moet je het huis uit en dat mag niet. Dus het kind moet verplicht blijven. Nou, de Sims is bij mij aan het opstarten, dus dat komt er allemaal aan. Gaan we weer lekker verder. We moeten ook nog een leuke challenge hebben voor vandaag. Nou kijk, we hebben de eerste donatie al binnen van Anja van der Velde. Super lief, dankjewel. En je berichtje erbij. Hey Bo, ik kijk altijd met plezier naar je video's. Ga zo door. Love naar jou. Ah, love naar jou toe. Anja, super bedankt. En heel erg leuk dat je er bent. En leuk dat je altijd mijn video's kijkt. Dat vind ik leuk om te horen. Heel erg bedankt voor je donatie. Daar support je mij zeker mee. De challenge voor vandaag. Ik heb nog een aantal dingen opgeschreven van die we zouden kunnen doen. We gaan er twee muziekjes door elkaar heen. Dat is ook een beetje overdreven. Zo. Even kijken hoor. Wie het langst wakker blijft. Dat hoorde ik gisteren ook.
Ja, we zouden het kunnen doen. Het is wel iets heel algemeens. En het duurt natuurlijk een hele dag. Ik wil ook nog iets snels doen. Maar we kunnen het misschien ook wel allebei doen of zo. Dat we het een beetje mixen. Even kijken hoor. We kunnen ook nog gaan darten. Dat is echt wel weer zo'n soort wedstrijd idee. Volgens mij komt daar ook een winnaar uit. Daar weet ik niet 100% zeker. Dat moeten we even uitproberen. Bowlen hebben we gedaan. Wie het langst in de jacuzzi blijft hebben we gedaan. We kunnen ook nog een keer de schilderwedstrijd doen. En dan het schilderij dat het hoogste bedrag oplevert, die wint. Dat kunnen we ook nog doen. Vorige keer hadden we het mooiste schilderij. Maar dan doen we nu welk schilderij het meest oplevert, die wint. Dat vind ik ook wel een leuke challenge. En sowieso was dat schilderen toen wel leuk. Ja, dus dat zijn een paar dingen die ik nog heb staan. Ik heb ook nog een klimmuur staan. Maar volgens mij is dat niet echt met een winnaar. Mochten jullie nog ideeën hebben, dan laat het zeker weten. Kookwedstrijd zie ik ook. Die had ik ook opgeschreven. Maar vind ik wel een beetje lastig. Want waar moeten we het dan op beoordelen? Op de kwaliteit of zo? Je hebt natuurlijk de kwaliteit normaal of goed of uitstekend. Ja, ik weet niet of dat... Nee, dat het gerecht levert niet echt geld op. Laat maar, dat is niet echt logisch. Nou, ik ben in ieder geval al in de wereld. Kijk, er zijn van die gore bruine wolkjes. Want blijkbaar is de luchtkwaliteit hier niet goed. Dat is niet fijn. Dit is in ieder geval het huis. Oh, het heeft ook een kaveluitdaging vervloekt. Zie ik nu ineens. Wat betekent dat dan? Een heleboel dingen lijken hier fout te gaan. Oh, dat heb ik nog niet echt gemerkt. Of zo, dat het vervloekt was. Oké, nou ja. Dat zal wel dan. We gaan er in ieder geval eventjes naartoe. De vloer is lava. Dat is ook een leuk idee, Anne. Ja, dat is wel een beetje hetzelfde als wat we gisteren hebben gedaan. Want gisteren deden we... wie het langst in de jacuzzi blijft, wint. Ja, stel je doet de vloer is lava. Dan zouden we iedereen op een bank kunnen zetten. En dan degene die het langst blijft zitten, wint. Dat is een beetje hetzelfde idee natuurlijk. Ik mis Jordan, zegt iemand. Ah, ja, ik ook wel een beetje hoor. Ik vind het ook wel een beetje jammer dat ze weg is. Ja, ik had het ook niet verwacht. Oh, iemand vraagt, wat is de Big Brother Challenge? Ik zal het even nog kort uitleggen. We hebben hier een groot huis, het Big Brother huis. En nou, er zijn nu nog 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sims over. We zijn begonnen met 10, er zijn er nu nog 6 over. En het is eigenlijk een beetje hetzelfde als het tv-programma. Er zitten allemaal Sims in één huis, ze mogen dit huis niet verlaten. Het is ook echt, kijk... Van die grote muren hier. Het lijkt een beetje een gevangenis. Dat is ook het idee. Hier heb je een hele rode loper met die camera's en zo. En dus ook overal in het huis zitten camera's aan de muur. Dus ze worden continu 24/7 bespied. En ja, we gaan verschillende challenges doen. En vorige keer hebben we bijvoorbeeld Bode gedaan. En dan de winnaar daarvan, die wint een vrijstelling. Zodat hij er niet uitgestemd kan worden. En voor de rest is het gewoon kijken, ja, wie vinden we het leukst? Wie vinden we het stomst? En... uiteindelijk mogen jullie, en ik ook, mogen met z'n allen stemmen op wie er weg moet. En dan degene met de meeste stemmen, die, ja, die moet vertrekken. Dat is eigenlijk het idee. Het is heel simpel dus, maar wel heel erg leuk. Dus we gaan weer lekker verder. Even kijken, het is nu 1 uur 's middags op zondag. Casey begint al lekker te dansen. En ik zie dat Milou in bad zit en Mosi die zit daarbij. Je zit toch niet naar haar te kijken, hè? Je geeft haar wel eventjes de privacy, hoop ik. Oké, even kijken. Wat is Lily aan het doen? Lily is natuurlijk zwanger. Ja, dat is wel echt heftig dat is gebeurd. Zij heeft nu een relatie met... Ja, waar is hij nou weer? Oh ja, hier. Jason. Dit is Jason. Zij heeft daar een relatie mee. En ja, dit is best wel onverwachts. Want het zijn helemaal niet dezelfde types. Maar ja, het is wel zo gebeurd. Zijn baard is ook weer aan het groeien. Nou, ik ga die eventjes een beetje scheren. Gezichtshaar tot de perfecte lengte afscheren. Ja, ik weet daar niet wat de perfecte lengte is. Hallo, Milou zit hier ook gewoon lekker in bad. En iedereen zit er gewoon bij. Hallo, je gaat toch niet eten in de badkamer, Lily? Hupsakee, even vertrekken. Oh ja, iedereen die gaat de kamer uit omdat Milou in bad zit.
Nou, dan stopt Milou maar even met in bad zitten. Ja, en Milou had dus best wel voor wat chaos verzorgd. Ze had echt ruzie gemaakt met heel veel mensen, waaronder met Jordan. En Jordan heeft dat moeten bekostigen, want zij is er uitgeknikkerd. Dat is best wel erg, terwijl Milou de aanstichter was van de hele ruzie. Dus ja, dat is wel een beetje zielig voor Jordan. Ik denk dat ze er ook nog steeds niet blij mee is. Maar ja, die is dus gisteren vertrokken. Wat staat iedereen nou in de douche te doen? Het is... Oh, zij gaat ook ineens douchen. Iedereen gaat ineens douchen en gaat naakt of zo. Dat is helemaal niet de bedoeling. Oh my god, wat zien we nou? Nee, wat zien we nu? Oh my god. Michelle, er heeft weer iemand lidmaatschappen cadeau gedaan. Oh my god. Oh. Eerst was het Claudia die dat had gedaan. Nu is het Michelle. Oh my god. Nou, er hebben 5 mensen gewoon een lidmaatschap cadeau gekregen van Michelle. Dat is random gekozen. Dus als je het niet bent gekozen, dan is dat niet bewust. Het gaat allemaal random. YouTube kiest dat zelf. Degenen die een lidmaatschap hebben gekregen, nou, komen allemaal in beeld. Leven als Tim, Evelien Keijert, Cutie Jilly, Isabella en Lisa hebben een lidmaatschap gekregen van Michelle. Nou, Michelle, heel erg bedankt voor je support. Het blijft maar doorgaan, niet normaal. Ik vind het echt super lief. Dankjewel, het is super leuk dat je zelf natuurlijk ook lid bent. En ja, je support mijn kanaal super erg. En je hebt ook heel veel mensen blij gemaakt. Allemaal even Michelle bedanken. Oh, en er komt ook nog een donatie binnen. Nou, het is helemaal feest. Heel lief, dankjewel. Rianne van Buren, wil je Joy blij maken omdat zij het super zwaar heeft? Oeh, ik weet niet of Joy ook kijkt, maar Joy... Alles komt goed. Ja, ik weet natuurlijk niet wat er is, maar superleuk dat je er bent. Hoi Joy, groetjes van mij en thanks voor de donatie. Nou joh, wat een feest allemaal weer. Michelle, bedankt. Michelle, bedankt. Ja, nee, echt zo lief. Ik vind dat echt lief dat iedereen dat gewoon zo voor elkaar doet. En natuurlijk ook bedankt voor het supporten nogmaals. Ja, nou, we beginnen weer lekker helemaal positief. Helemaal leuk. Ik heb er weer helemaal zin in. Oké, Jason is lekker aan het scheren. Dat was ook wel echt nodig. Oh, wat is er met haar? Ze staat aan haar buik. Nee, volgens mij is er niks aan de hand verder. Oh ja, ik wil even 1 ding proberen. Of als we zeg maar gaan darten. Dartbord. Ja, of je daar dan ook een winnaar uit krijgt. Volgens mij namelijk wel. Want dan is dat ook wel leuk om te doen als challenge. Kan ik dat dartboard even hier doen? Moet dat weer? Nee, dat moet hier, denk ik. Nou, ik zet hem al even daar neer. Ga ik eventjes 2 mensen dit laten doen. Gewoon even om te kijken of er een winnaar uitkomt. Ik neem aan van wel. Lily en Milou gaan het eventjes voor ons uitproberen. Zo. Oh, voor de mensen die net een lidmaatschap hebben gekregen. Jullie kunnen nu natuurlijk ook de ledenvideo's bekijken. En aankomende zondag komt er weer eentje online. Dus dat staat weer op jullie te wachten. En we hebben nog een lid erbij. Lietje is lid geworden. Welkom bij Team Boku de Sims. Super leuk dat je lid bent geworden. En heel erg bedankt voor je support, Lietje. Super lief. Oké, deze meiden zijn begonnen aan het darten. Oh ja, er staat hier wel zo'n score. Kijk, 1-0. Dus ik denk dat hier wel ook gewoon een winnaar uitkomt. Is Lily nou wel mee aan het doen? Ja, Lily is wel mee aan het doen. Ik zie heel veel mensen die ook een lidmaatschap willen krijgen. Als iemand een lidmaatschap cadeau doet, is dat natuurlijk al super lief. Maar diegene kan niet kiezen wie het krijgt. Het wordt random gekozen. Dus het heeft geen zin om er verder om te vragen. Want ja, diegene kan het niet kiezen. Het is natuurlijk al super lief dat iemand dat gewoon zomaar doet. Voor mensen die helemaal niet kent. Momentje. Ja. Oh ja, kijk, het staat 2-1. Ik denk dat hier inderdaad wel een winnaar ook uitkomt. Dit is de score van... Oh, Milou. Dit is de score van Lily. Maar ik wil gewoon even zeker weten dat er echt een duidelijke winnaar uitkomt. Ik denk het namelijk wel. 2-2. Oh, zo. Nu staat Lily flink voor. Ja, we kunnen hier sowieso een winnaar uithalen. Kijk maar. Met die score gaat het makkelijk. Zo, zij kan ook niet tegen de verlies, hè, Milou? Milou moet echt oppassen met hoe ze zich gedraagt, vind ik. Het gaat niet helemaal de goede kant op.
Oh, en nu heeft Milou toch een inhaalslag gemaakt. Het duurt wel lang voordat er een winnaar komt. Dat was vorige keer bij dat pingpong ook al zo. Het duurt gewoon een hele volle dag of zo voordat ze klaar zijn ermee. Oh ja, hier. Wat een wedstrijd. Lily heeft Milou verslagen. Nou, er komt dus zeker een winnaar uit. Nou, dan vind ik dit darten leuk om als tweede challenge te doen. En dan kunnen we daarna misschien... Wat hadden we nou nog meer? Hoe heet het? Oh ja, wie het langst wakker blijft, wint. Dat kunnen we ook nog doen. Maar dan moet wel iedereen hetzelfde energielevel een beetje hebben. Dus dan, dat doen we dan nadat iedereen geslapen heeft, zeg maar. Dat is dan wel zo eerlijk. Liedje, ik ben hier wellicht te oud voor, maar ik gun het je. Je bent nooit te oud voor de Sims. Ik weet niet hoe oud je bent, maar er zijn genoeg mensen hier van in de 20, in de 30 zelfs. Dus je bent helemaal niet oud. Absoluut niet. Als mijn beeld slecht is, dan moeten jullie misschien even, ja, even jullie wifi checken. Want de verbinding is wel gewoon goed. Maar als je wifi of internet wat slechter is, dan kan het dat het beeld wazig is omdat het live is. Dus check even je eigen verbinding als je het beeld niet helemaal goed ziet. Ja, we gaan dus die challenges doen. Nou, en dan gaan we dat nu voor het echtje doen. Zo, Jason die is even aan het sporten. Nou, lekker, jongen. Ja, we gaan het weer doen. 2 tegen 2 tegen 2. En dan komt er elke keer een winnaar uit. En die gaan dan weer tegen elkaar. Maar dan hebben we weer een oneven aantal. Dat is niet handig. Nou, dan moet er weer iemand 2 keer. Net als vorige keer eigenlijk. Oké, nou ik ga eerst Mosi laten darten met Luca. Oké, de eerste challenge van vandaag. We beginnen gewoon lekker gelijk. Nou, we hoeven niet heel de tijd te kijken naar hoe ze het doen. Ondertussen kunnen we ook eventjes de rest kijken. Casey die zit op de gitaar. Ja, die is daar al heel erg goed mee bezig. Ze heeft al niveau 3 bijna met de gitaar. Nou ja, oh, nou dan gaat ze nu net stoppen terwijl ze bijna niveau 3 heeft. Dat vind ik zonde. We moeten ook wel eventjes dat dan afmaken. Oké, Mosi en Luca zijn begonnen. Jij doet niet mee, Lily. Alleen Mosi en Lily doen het. Doen ze nou mee? Ja, oké, ze doen het. Lily, jij mag even lekker wat anders gaan doen. Ik weet niet wat je wil. Misschien kun jij even avondeten maken op de barbecue. Ja. Wat kan je veel maken hier, joh? Jeetje, je kan veel meer maken dan op het fornuis. Weet ik veel. Nou, laten we even wat lekkers doen. Hotdogs. Even lekker wat simpels. Dat gaat Lily even maken. Oeh, wie gaat er hier winnen, denk je? Volgens mij staat Luca nu voor. Ik weet niet voor wie die 3 is. Ik heb echt geen idee. Oh, volgens mij vond hij darten niet leuk, Mosi. Nee, je moet toch nog even door. Dit is wel voor de... Ja, voor de vrijstelling natuurlijk. Stevie Farquaadzo. Glaven Swaib? Oh, laat hij nou zijn dartpijl vallen. Aren't you? Crashed? Kijk, we hebben hier trouwens, hier zie je het, die eco-voetafdruk is industrieel. Heel vervelend. Ja, zoals jullie weten haat ik het pakket. Waarom gaat hij nou weer stoppen? Oh mijn god. Hier krijg ik dus echt een mental breakdown van. Nou, dan moeten we het weer zo doen, dat ze niet allemaal dingen uit zichzelf gaan doen. Wat vervelend weer. Heel vervelend. Oh, dit moet aan... Oké, nou, dan doen we het maar weer zo. Ja, nee, dat was vorige keer ook. Dan gaan ze weer dingen uit zichzelf doen. Dat schiet natuurlijk niet op met het hele verhaal. Oké, nou, Lily heeft in ieder geval het avondeten gemaakt. Hartstikke lekker. Komen jullie allemaal even eten? Casey, die komt ook lekker hotdogs eten. Nou, Milou heeft geen honger, dan niet. Jason heeft ook geen honger en de rest is aan het darten. Nou, dan gaat Lily alleen samen met Casey eten natuurlijk. Douchen. Oh my god. Oh, nee, je meent het niet. Inge Pinge heeft 5 lidmaatschappen cadeau gedaan. Jeetje, wat zijn jullie allemaal in een goede bui. Oh my god. Nou, de mensen die een lidmaatschap hebben gekregen van Inge komen nu in beeld. Jeetje, wat niet normaal. Hoe lief. Oh my god.
En wie is er allemaal lid geworden? Wie heeft het gekregen van Inge? Jade van der Wal. Shannon. Even kijken. Nick Rondelen. Hierzo. Amber Vermeulen en Romy Place hebben een lidmaatschap gekregen van Inge. Inge, bedankt! Inge, bedankt! Oh, echt heel lief. Dankjewel Inge natuurlijk ook vanuit mij voor je support. Echt mega lief. Leuk dat je er weer bij bent. En nou, iedereen die een lidmaatschap heeft gekregen natuurlijk even. Inge, bedankt! Inge, bedankt! Zo, nou en heel veel nieuwe leden ook gewoon in één keer erbij. Hartstikke leuk. Welkom allemaal. Oh, en we hebben ook nog een donatie van Leven als Sim. Thank you voor je donatie. Leuk dat je er bent. Nou, gaat het nou al een beetje, schiet het nou al een beetje op met deze darters? Oeh, en India heeft een donatie gedaan. Dankjewel, India. Je bent goed bezig, Bo, en nog beste wensen. Thanks, India. Super lief. Jij ook nog de beste wensen. Leuk dat je er bent. Hoe word ik nu lid? Vraagt Nick. Nou, je bent al lid. Dat heb je net gekregen van Inge. Dus het enige wat je hoeft te doen is te zeggen... Inge, bedankt! Nee, je bent al lid. Dus ja, dat heb je gewoon net even gekregen. Oké, okay, maar deze wedstrijd duurt zo lang. Het is niet normaal. Oh, nou, we hebben een winnaar. Luca heeft Mosi verslagen met 5-3. Oké, okay, Luca maakt dus kans op de vrijstelling... Oké, okay, ik heb zijn naam opgeschreven. Dat is goed nieuws voor hem. Nou, dan mogen zij weer vertrekken. En dan gaan de volgende twee spelen met... Zal ik Jason tegen Lily laten darten? Kijk, zij zijn natuurlijk samen, hè. Ze hebben een relatie. Maar dat maakt het wel even spannend of zo. Ja, sowieso kan er maar één iemand een vrijstelling winnen. Dus ja, het maakt ook niet uit. Jason gaat tegen zijn vriendin Lily. Ja, ik hoop niet dat ze dan dadelijk ruzie krijgen of zo. Oh, wacht. Lily die moet naar de wc. Oh, momentje. Momentje. Dat moet ze wel even doen voordat we gaan darten. Nee! Nee, 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 nee. Oh my god. Jongens. Michelle! Oh my god. Het wordt steeds gekker hier. Het wordt steeds gekker hier in deze stream. Oh my god, Michelle! Michelle heeft 10 lidmaatschappen cadeau gedaan. 10! 10! Oh my god, dat is het meeste tot nu toe. Dit is niet normaal. Wauw. 10 mensen komen nu in beeld die dit hebben gekregen. Oh my god. Echt niet normaal. Zo, nou dadelijk is heel de chat lid geworden door al deze mensen die dit geven. Jeetje, wat bizar. Michelle, oh my god, ik weet niet eens wat ik moet zeggen. Heel erg bedankt. Oh my god, nou. Michelle, bedankt. Michelle, bedankt. Michelle, 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 bedankt. Nee, echt hoor, dit is niet normaal. Hier, het gaat ook maar door. Wie hebben er allemaal een lidmaatschap gekregen? Amber, Romy, Marieke van Meteren... Anoniem 239, DM Adiens, wie nog meer joh, Amy heeft een lidmaatschap gekregen, Jone Isenborgs, Chris Termonia, nou dat staat hier nu in beeld en jeetje wie nog meer, het zijn er zoveel, ik ben het gewoon helemaal kwijt, waar is het nou, oh nou ja, Julia Wimmenhoven, is het nu klaar? Of komen er nog meer? Dit is toch echt niet normaal, jongens. Oh, er komt er nog één. Dominique Mol heeft ook een lidmaatschap gekregen. Oh, dit is echt gewoon erg. Jeetje. Nou, als je je naam net voorbij hebt zien komen en een lidmaatschap hebt gekregen, echt even Michelle, bedankt. Jeetje, niet normaal. Oh, maar Michelle had al 5 lidmaatschappen cadeau gedaan. Ze heeft er in totaal 15 gedaan. Ik ben in shock. Nee, dat meen je niet. Is dat echt waar? 15? Wauw. Oh my god. Nou, dat is echt de topscore van heel het kanaal. Heel erg bedankt Michelle voor je support naar mij natuurlijk. En ook voor het blij maken van iedereen die nog geen lid was. Heel erg bedankt.
Jeetje. Dit is even bizar. Er zijn in totaal nu al 30 lidmaatschappen cadeau gedaan. 30. Wauw. Wauw. Echt bizar. Zo, ik ben er even helemaal van ontdaan. Echt super lief. Wat een gekkigheid allemaal. Zo blij ben ik met jou als tofste YouTuber. Nou, dankjewel. Dat is echt lief. Wat een waardering. Heel erg bedankt, Michelle. Ik kan het nog wel 10 keer zeggen, maar ik denk dat je het nu al weet. Heel lief. Oké, nou, na die gekkigheid gaan we weer verder. Gewoon, natuurlijk. Jason die gaat ook even naar de wc. Want dat moet natuurlijk ook gebeuren. Anders dan gaan ze tijdens het darten weer stoppen. Dan gaan Lily en Jason nu tegen elkaar darten. Oké, en dan daarna moeten, even denken, Casey en Milou nog. En daarna gaat iedereen slapen en dan doen we daarna ook gelijk de challenge van wie het langst wakker blijft wint. Dus dan doen we eigenlijk 2 challenges in 1, want de finale van het darten komt dan ook na het slapen. En ook die challenge van wie het langst wakker blijft wint. Oké, zo, wat een gekkigheid allemaal. Nou, Jason en Lily zijn onderweg naar het dartbord. In de tussentijd ga ik eventjes dit opruimen. En even kijken, Casey. Nou, misschien kan Casey even lekker trainen. Willen er nog meer mensen even trainen of zo? Ja, ik weet het niet. Ik bedoel, nu hebben jullie even de lekker vrije tijd. Iedereen gaat even trainen. Zo, iedereen behalve Milou. Milou die gaat eventjes lekker een boekje lezen. Dat hebben we natuurlijk wel gewoon. We hebben gewoon boeken. Zo, zij gaat even dit boek lezen. Lily en Jason zijn begonnen aan hun dartwedstrijd. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat gaat. Ik hoop niet dat ze dadelijk ruzie krijgen en uit elkaar gaan of zo. Doordat de ene wint. Oh, Lily voelt zich wel een beetje ongemakkelijk door de zwangerschap. Maar dat komt wel goed met haar. Jason heeft nog niet echt een goede gooi gehad. Hij heeft pas 1 punt. Is Lily dan beter in het darten? Oh ja. Ja. Oké, Lily gaat tot nu toe lekker. Lekker, meid. Goed zo. Hupsakee, 3 punten heeft ze al. Kijk eens aan. Zij is gewoon hartstikke goed bezig. En Jason nog niet. Oh, wow. Jason heeft in de roos gegooid. Ja, en nu heeft hij gelijk meer punten. Nou, zo gaat het natuurlijk hard als je in die roos gooit. Even kijken, wat is er met hem aan de hand? Oh, hij voelt zich helemaal niet fijn. Nou, dan stop je er weer mee natuurlijk. Moet ook even naar de wc. Even kijken. En Casey die gaat douchen. Wie is er nou nog meer aan het sporten? Luca. Die is er ook weer klaar mee volgens mij. Nee, ze mogen nog niet gaan slapen. Want ik wil eigenlijk dat ze allemaal tegelijk eventjes gaan slapen. Ga dan naar de wc, Mozy. Anders doe je het weer in je broek dadelijk. En dat wil je denk ik niet. Wat is hier nu de score? Oh, volgens mij staat Jason heel erg voor. Oh, zo. Gooi bijna die pijl gewoon in Lily. Volgens mij staat Jason... Dit was Jason's score, toch? Oh ja, hier. Lily, die wordt al niet blij. Ja, Jason heeft Lily verslagen met 9-3. Oké, nou, ik hoop niet dat Lily boos wordt. Maar Jason heeft gewonnen en maakt kans op die vrijstelling. Nou, ik denk dat Lily gaat wel gewoon eventjes klagen tegen hem. Hè? Maakt het uit. Gewoon een klacht. Oh, Michelle is lid geworden. Nou, je was al lid, natuurlijk. Maar je bent nu langer lid geworden. Ik kijk altijd uit naar je vlogs en streams en geniet er zo van dat ik graag anderen, net als ik, mee wil laten genieten van jou als tofste YouTuber. Jeetje, wat lief, Michelle. Dank je wel voor je lieve berichtje. En superleuk dat je natuurlijk ook zelf lid bent, maar dat had ik ook wel... dat wist ik natuurlijk al. Leuk dat je nu 2 maanden lid bent. Ja, je hebt het oranje icoontje nu. Super leuk. Lily die gaat wel eventjes klagen. Gewoon eventjes zo van... waarom heb jij gewonnen? Waarom liet je mij niet winnen? Ik bedoel, ja, ze is ook zwanger, hè? Dus ze mag een beetje klagen. Ze heeft er een vrijbrief voor. Helemaal een shock. Ja. Even kijken, wie moeten er nu nog darten? Casey en Milou, hebben die nog genoeg energie? Ja, zeker hebben ze dat. Oké, nou dan gaan zij als laatste darten. En kijken wie er daarvan de vrijstelling gaat winnen. Zo.
Milou die gaat eventjes hier zitten en kletsen met Jason. Dan kunnen die meiden even lekker hun gang gaan. Casey heeft al 3 punten. 4 al. Zo, Casey de dartpro. Oké, dat had ik niet verwacht. En Milou dan? Oh, Milou gaat ook wel goed. Die heeft al 3 punten. Dit wordt denk ik nog wel een spannende strijd. Wie dit gaat winnen, zo te zien. Zo, Lily is helemaal energiek gewoon. Wat is er nou met hem aan de hand? Je bent smerig. Nou, ga dan in die douche. Oké, okay, je hoeft niet smerig te blijven. Hij heeft ook honger. Nou, je mag van mij ook eten. Dat is allemaal geen probleem. Er zijn nog hotdogs die je nog kan eten. Oh, kijk. De 2 tortelduifjes die zitten even lekker bij elkaar, hoor. Ja, kijk. Nou, Jason moet het denk ik wel een beetje goed maken. Want hij heeft natuurlijk wel net van haar gewonnen. Eventjes, misschien even een massage geven. Ik denk dat ze dat ook wel fijn vindt. Nu ze zwanger is. Ja, kijk. Cute. Ze zijn toch ook wel lief samen, hè? Geef er maar eventjes een dikke zoen. Zo, gelijk heel flirterig. Oh my god. Jeetje, dadelijk gaan ze nog trouwen met elkaar. Oh, dat is ook wel leuk. Als er een aanzoek komt echt in het huis. Dat is wel echt, echt bizar. Maar ik ben dan benieuwd. Als je in het huis met elkaar zeg maar, een relatie begint. Of elkaar, ja, elkaar leuk begint te vinden. Of het dan buiten het huis ook nog zo is. Want hier ben je natuurlijk helemaal in je eigen wereld met elkaar. En buiten het huis ben je weer helemaal in je normale wereld. Vind je elkaar dan nog steeds even leuk? Daar ben ik wel benieuwd naar. Dus ik hoop... Jeetje, dat wordt wel heel romantisch nu, hè? Jeetje, wel een beetje overdreven. Kijk ze nou gaan. Hallo, jullie worden ook gewoon gefilmd, hè, door al die camera's. Hier, Moses zit er gewoon bij. Ja, het is een beetje veel van het goede, maar oké. Okay. Ik hoop in ieder geval dat ze echt na dit hele avontuur nog steeds bij elkaar blijven. Oh, Casey heeft Milou verslagen met 6-5. Nou, oké, okay, dan zijn er nu 3 winnaars. En dat zijn Luca, Jason en Casey. Die maken dus kans op de vrijstelling. Ik moet alleen even kijken hoe we dat gaan doen. Want we kunnen niet met z'n drieën darten volgens mij. Of kan dat wel? Oh, dat kan wel. We kunnen wel met z'n drieën darten. Nou, dat kunnen we dan straks doen. Maar eerst gaat iedereen slapen. En natuurlijk gaan Jason en Lily bij elkaar in bed. Even kijken. Ja, iedereen die is nu wel een beetje moe aan het worden. Dus dat is mooi. Mosie is nog even aan het afwassen. Dan ga jij daarna ook naar bed. Jij gaat naar bed. En Milou, ging Milou al naar bed? Of nog niet? Ja, volgens mij wel. Oké, dan doen we, als iedereen klaar is met slapen, ook gelijk de volgende challenge. En dat is wie het langst wakker blijft, wint. En ja, en we gaan natuurlijk de dartfinale spelen. Nou, en dan degene die het langst wakker blijft uiteindelijk, die wint dus de vrijstelling voor de, ja, weer de volgende keer, zeg maar. We doen deze aflevering ook weer 2 stemrondes. Dus er gaan weer 2 mensen uit. En ik zat alleen te twijfelen. Ik zag het iemand zeggen van hoe we de finale moeten doen. Oh, Lotte Snijers heeft gedoneerd. Thanks, Lotte. Super bedankt en leuk dat je er bent. Ja, ik zat te denken van... Eerst wilde ik de finale gewoon met 2 mensen doen. Want ja, er gaan nu elke keer 2 mensen uit. En dan morgen ben ik nog live, gaan er weer 2 mensen uit. En dan zaterdag zou de finale zijn met 2 mensen. Maar iemand zei, is het niet leuk om het met 3 mensen te doen? Dus wat vinden jullie? Is het leuker om de finale met 3 mensen te doen? Dus dat er bijvoorbeeld nu of morgen maar 1 iemand uitgaat. En dan dat de finale met 3 mensen is. Is misschien wel iets spannender. Als er 2 mensen overblijven. Is het misschien wel. Ja. Misschien een beetje vanzelfsprekend of zo. Wie er dan zou gaan winnen. Kijk, stel Jason en Lily blijven als laatste over. Dan. Ja. Is dat misschien minder spannend of zo? Ik weet het niet. Nou, ik zie nu heel veel verschillende dingen. Oh, nou misschien moeten we hierover gaan stemmen. Want dit gaat heel snel. Wacht, ik maak even een poll aan. Dan kan ik het beter zien. Want nu zie ik alleen maar heel veel mensen typen. Hoeveel mensen in de finale? 2 of 3? Oké. Okay. Ik
heb weer even een linkje erin gezet. Nou, en ik kan hem weer niet vastzetten. Dat had ik vorige keer ook. Dat is echt heel erg vervelend. Nou, het linkje staat in de chat in ieder geval. Waarom kan dat elke keer niet? Zo irritant weer. Want dan valt hij heel de tijd weg. Nou, oké. Dit is in ieder geval het stemdingetje. Het linkje daarnaar staat in de chat. Ik kan het bericht alleen niet vastzetten. Dus ja, ik hoop dat jullie het kunnen vinden. Ik denk... Ja, wat denk ik dat beter is? Ik denk toch 3. Oh ja, oké. De meeste mensen vinden ook 3. Dan doen we 3 mensen in de finale. Het maakt ook helemaal niet zoveel uit natuurlijk... hoeveel mensen het er zijn. Oké, maar dan gaat er... Nou, dan gaan er nu... Nou, we kijken wel even hoe het gaat. Er gaat nu vandaag sowieso 1 uit. En misschien 2. En anders gaan er morgen 2 uit. Ja, het blijft 3. Oké, 3 mensen gaan we in de finale doen. Nou, dan gaan we nu wachten tot iedereen wakker is. En ja, ze kunnen het beste zo lang mogelijk... Of zo, ja, zo lang mogelijk uitslapen. Want dan houden ze het ook langer vol om wakker te blijven. Maar ja, zij weten natuurlijk nog niet wat de challenge is. Dus... Dat is ook wel een beetje lastig. Een donatie van Fenna Fortnite. Thanks Fenna, superleuk dat je er bent. En heel erg bedankt voor je donatie. Oké, nou iedereen wordt nu al bijna weer wakker. Nou, dat is trouwens helemaal niet waar. Iedereen is lekker aan het uitslapen. Goed zo, ze bereiden zich goed voor. Ook al weten ze helemaal nog niet wat hun te wachten staat. Ze bereiden zich goed voor, dat is al het halve werk. Nou, worden alle mensen een beetje wakker. Nog niet echt helemaal. Nou met die Luca is ook weer van alles aan de hand. Iedereen is wel echt lekker aan het slapen, hè? Lekker allemaal aan het uitslapen. Hartstikke prima. Hoe kun je een donatie doen? Dat kan via Superchat. Dus bij de chat bij YouTube staat Superchat. En dan kan je daar een donatie doen. Of je kan lid worden van dit kanaal. Dan krijg je ook gelijk extra voordelen zoals extra video's en een Sims-icoontje naast je naam. Dan moet je op lid worden klikken. Nou, wie wordt er als eerste wakker? Wie wordt er als eerste wakker? Ik denk Lily misschien wel. Ik ben wel bang dat Lily de challenge niet gaat winnen. Ze is natuurlijk zwanger, dus volgens mij worden ze dan ook wel wat sneller moe. Dus Lily heeft wel een beetje een nadeel bij deze challenge. Dat is wel zielig, maar ja goed. Ik denk dat zij, ik denk dat zij er ook niet zo snel uitgestemd zou worden. Ja, Lily is als eerste wakker. Oh, maar Luca ook. Oh, maar dat is omdat hij heel nodig naar de wc moet. Nou ja, hij is wel wakker geworden en hij heeft niet zijn volle energie. Dus dat is een beetje stom van hem. Maar hij mag niet weer terug naar bed. Dus ja, hij moet het nu maar toch zo lang mogelijk volhouden. Dat is dan ook maar weer hoe het werkt. Even kijken, hebben wij nog ontbijt? We hebben nog 3 porties ontbijt. Nou, dat is natuurlijk niet genoeg. Dus er moet iemand anders ook nog eventjes... ontbijt gaan maken. Oeh, Ilse van Brugge heeft een lidmaatschap cadeau gedaan. Wat lief. En wie heeft dat gekregen? Rosalie Zwiers. Rosalie, je hebt een lidmaatschap gekregen van Ilse. Super lief. Dankjewel Ilse voor je steun. En oh, je bent zelf niet eens lid. Nou, dat is het extra lief dat je dat zomaar aan iemand geeft. Nou, ja, wie was het nou? Oh ja, Rosalie. Rosalie, gefeliciteerd met je lidmaatschap. Heel erg lief. Dankjewel, Ilse. Oké. Ja, Luca. Gaat Luca vandaag het ontbijt maken of weer Lily? Lily maakt wel vaak het ontbijt, maar die is er wel goed in, denk ik. Dus Lily gaat het maar gewoon maken. Zij gaat lekker pannenkoeken maken. En even kijken. Oh, zo. Luca en Moos zitten samen op de wc. Wat zijn jullie daar aan het doen? Dat is vreemd gedrag. Zij gaat even douchen. Oeh, Shatina Munia heeft gedoneerd. Dankjewel Shatina voor je donatie. Leuk dat je kijkt. Ik wilde dat Lily nog pannenkoeken ging maken. Nou, die Jason heeft alweer wat uit de koelkast gehaald. Hotdogs, je gaat toch niet ontbijten met hotdogs? Nee, dat is raar. Dat is heel raar. Milou die blijft wel wat langs in bed liggen, hè?
Zij heeft echt... zij gaat deze challenge winnen, denk ik. Oh, en Casey ligt er trouwens ook nog in. Nou, moet ik ze eruit halen? Of niet? I don't know. Ik weet niet of ik ze eruit moet halen. Iedereen is vanzelf opgestaan. Dus het is ook wel eerlijk als ik dat ook bij hun zo, zo doe. Ja. Zo, er zijn echt veel leden nu in de chat. Het is niet normaal. Oké, okay, Mosi die is al helemaal in een goede bui. Oh, we hebben rekening in de brievenbus. Ja, die moeten natuurlijk ook betaald worden. Nou, dat kan Jason wel even doen. Het maakt ook niet uit wie dat doet. We hebben toch een gezamenlijke pot geld. Die trouwens wel bijna op is, die pot geld. Oh. Oh, de pannenkoeken zijn klaar. Nou, wie gaat er even lekker... Oh, sorry, ik kan de chat even niet meer zien. Ja, nu weer wel. Even kijken hoor. Gaat er nou niemand die pannenkoeken eten? Yo, Casey heeft echt zo'n voorsprong. Het is 12:00 PM en zij ligt nog in bed. Echt niet. Nou, sorry hoor, maar nu ga ik er wel uithalen. Ik bedoel, zij gaat nu toch al winnen. Oké, okay, wat heeft ze? Spierpijn door het trainen. Ach, arme meid. Oh, blijkbaar ineens een prestatie. Hartstikke leuk. Even kijken, waarom moet iedereen heel naar de wc? Ik heb het idee dat iedereen echt 20 keer naar de wc moet of zo. Oké, Casey die zit ook lekker aan de pannenkoeken. Oh, wat doen Mosi... Oh, Mosi zit weer grapjes te maken tegen Luca. Ja, wat is hier nu de situatie tussen deze twee dan? Want Luca die ging laatst ook weer flirten. Met wie heeft hij nou geflirt? Dat was met Milou. Oh ja, met Milou heeft hij geflirt. Maar ja, vindt Luca nou Mosi leuk? Of Milou? Of allebei? En Casey vindt het ook nog leuk. Eigenlijk vindt Luca vindt het hele huis gewoon leuk. Daar komt het een beetje... Daar komt het eigenlijk een beetje op neer. Ja. Nou, kan iedereen zich weer even aankleden? We gaan niet allemaal heel de dag in onze pyjama lopen. Oh, Lily zegt iets liefs tegen Luca. Kijk, Lily is zo'n lieve meid. Dat is toch ook gewoon niet normaal. Nou, zij gaat eventjes naar haar vriendje. Over trouwen praten. Oh, ze gaat eventjes een hint bij hem leggen. Zo van, ga je me nog ten huwelijk vragen? En hij vindt het ook leuk. Kijk, ja, soms dan... heel vaak worden Sims er een beetje bangig van als je over trouwen gaat praten. Maar hij vindt het leuk. En dat te bedenken dat hij eerst bindingsangst had. Hij is echt best wel heel erg veranderd. Zo, Luca laat zijn dansmoves weer even zien. Echt, iedereen is zo goed in dansen na deze challenge. Niet normaal. Even kijken. Mosi uitnodigen voor dansen. Kom ook even lekker dansen. Hé, hey, daar gaat hij hoor. Hupsakee. Oké, nou zij moeten ook wel eventjes een beetje met elkaar praten, denk ik. Van, want ja, wat is nou de situatie? Ook al, ja, Mosi weet trouwens helemaal niet dat Luca heeft geflirt met Milou en zo. Dus ja. Oh, Jason heeft een aanbiddend gevoel voor Lily. Nou ja, dat snap ik ook wel. Ze is natuurlijk zijn vriendin. Even kijken. Casey, jij loopt ook weer in je pyjama. Oh, er werd geflirt. Oh, dat is tussen Lily en Jason. Gelukkig maar. Ik dacht al van, er wordt toch niet weer vreemd gegaan hier of zo, hè? Oké. Oh, we gaan even een beetje drama creëren, hoor. Weet je waarom? Luca die gaat even flirten met Milou. En Casey en Luca staan erbij. Dus ik ben benieuwd hoe zij erop gaan reageren. Of ze dat dan nog erg vinden of zo. I don't know. Oh, hij gaat het wel even van een afstandje doen. Goed zo. Blijf maar even van een afstandje zitten. Dat is beter inderdaad. Nou, flirt met die meid dan. Oh, hij doet het. Ja, Milou die vindt het allemaal leuk hoor. Dat geflirt. Oké, okay, maar Casey boeit het niet meer. Nou, Casey heeft Luca al helemaal opgegeven zo te zien. Vindt Mosi het nog erg? Nee, ook niet echt volgens mij. Zo, Luca gaat maar door met die complimentjes aan Milou. Ja, en nu vindt die Milou ineens weer helemaal leuk. Echt, die Luca vindt iedere dag een nieuw iemand leuk. Dat is ook echt niet normaal. Even kijken hoor. Nou, ga dan maar even... Zo, hier wordt ook weer even heftig gezoend. Jeetje, nou hun moeten we echt maar eventjes een kamer geven met z'n tweeën. Get a room, want ze zijn zo erg verliefd op elkaar. Ze kunnen echt gewoon niet van elkaar afblijven. Lily en Jason. Oeh, oké, okay, hier wordt nu wel echt heftig geflirt. Nou, Mosi loopt er maar van weg. Dat zou ik ook maar doen.
Boeit Casey het nou nog? Dat flirten? Ik weet het niet. Oh, ze loopt ook weg. Oké, dat is zielig. Nou ja, het boeit ze allebei niet meer echt. Oké, Casey en Mosey zijn volgens mij al een beetje over Luca heen. We gaan even die dartfinale doen. Ja, ik weet dat je flirterig bent. We gaan zo weer verder met Milou. Maak je maar geen zorgen. Want Luca die moet nu darten tegen Jason en Casey. Zij drie staan in de finale. En de winnaar hiervan, die krijgt een vrijstelling voor de volgende stemronde. Dus dat gaan ze nu op dit moment doen. Succes jongens! En nou, Mosey, Milou en Lily die blijven dan eventjes achter. Lily gaat dan maar eventjes met Mosey gewoon even lekker kletsen. En aardige woorden zeggen, want zo is Lily dan ook alweer. Gorba. Ja, hartstikke lief. En Milou die gaat eventjes op de loopband staan. Zo, die gaat even lekker actief bezig zijn. Oké, wacht, ik zet eventjes dit snel aan voordat iedereen weer iets anders gaat doen wat ik niet wil. Want ze moeten gewoon eventjes nu blijven bowlen. Oké, ik ben al wel benieuwd of hier een winnaar uitkomt. Want we zijn met z'n drieën, maar ik neem aan van wel. We gaan het gewoon eventjes afwachten. Zo. Luca die heeft alle pijlen nog niet gegooid. Hij heeft ze allemaal op de grond laten vallen volgens mij. Nou, dat is dan slecht nieuws voor hem. Ja, hij laat er weer eentje op de grond vallen. Oké, nou, Luca gaat dit niet winnen. Daar kunnen we van uitgaan. Het zal wel echt grappig zijn als Casey weer de vrijstelling wint. Ze had hem vorige keer natuurlijk ook gewonnen. En, ja. Ze zou hem nu zomaar weer eens kunnen winnen. Want Luca doet het helemaal niet goed. Doet Jason het goed? Ja, Jason wel. Nou, Jason maakt dan ook echt wel kans op die vrijstelling. Eerst was het Jordan heel de tijd die vrijstelling won. En nu is het Casey dadelijk heel de gelukkige. Oh, Mosey heeft een goede reputatie. Nou ja, Mosey doet ook helemaal niks fout. Oh, Casey ook. Kijk eens aan. Nou, Casey doet ook echt niks fout. Iedereen is goede vrienden geworden met elkaar. Nou, iedereen kan het nu wel met elkaar vinden in het huis. Er was natuurlijk een hele grote ruzie tussen Milou en Jordan. Maar ja, Jordan is natuurlijk weg. Dus nu is er geen ruzie meer. Nee, dat is ook wel fijn. Nou, kom op met die winnaar. Er staat wel iemand heel erg voor. Jason staat voor. Kijk maar, hij staat ook zo van... Ah, ja. Ik fix het allemaal wel eventjes. Oh, ja, nee. Luca gaat echt 100% niet winnen. Hij kan ook gewoon niet meer winnen. Oh. Ofwel. Wie is er net uitgestemd? Vraagt Vie. Nog niemand. Er is nog niemand uitgestemd. Nee, er is nog geen stemronde geweest. Ondanks in de minderheid te zijn, wist Jason, Luca en Casey te verslaan. Jason heeft gewonnen. Oh my god. Oké, Jason die heeft de vrijstelling voor de volgende stemronde. Dus op hem kan straks niet gestemd worden. Nou, daar zou hij blij mee zijn. Hartstikke leuk voor hem. Natuurlijk. Ja, en wanneer moeten we dan een stemronde gaan doen? Misschien nu al wel. Het is nog wel een beetje vroeg. Maar we hebben natuurlijk straks ook die andere challenge nog. Wie het langst wakker blijft. Ja, en dan kan er weer iemand een vrijstelling winnen. Maar stel dat diegene eruit gestemd wordt. Dan houdt het natuurlijk wel een beetje op. Ja, of we doen als degene met de vrijstelling eruit gestemd wordt. Dan krijgt de tweede hem of zo. Nee, je maakt een grapje. Nee, nu geloof ik het niet meer hoor. Michelle! Michelle heeft weer 10... Oh my god. Michelle heeft al 30 lidmaatschappen cadeau gedaan. 30! 30! 30. Weet je hoeveel dat is? Oh! Nou, en iedereen die het heeft gekregen komt weer in beeld. Dit is niet normaal. Oh my god. Oh my god, Michelle, het is echt super lief, dankjewel. Maar voel je niet verplicht hè, om het te doen. Het is echt bizar veel namelijk. Ik vind het wel heel lief, maar voel je niet verplicht. Oh my god, nou je maakt wel echt... Je hebt echt al 30 mensen... Nee, meer! 35! 35? Michelle heeft al 35 lidmaatschappen cadeau gedaan. Oh, nou je hebt 35 mensen echt heel blij gemaakt.
En mij ook natuurlijk. Maar nou, dit is echt bizar. Lentil Maas heeft een lidmaatschap gekregen. Vayen, Xena. Nou ja, iedereen die is net in beeld gekomen. Het is niet normaal. Nena Schuurmans. Sarah Verhagen. Haley van Hulle. Ivy. Amber Styles. Evelien van Une. Lily Evers. Oh my god. En wie komt er hier nu in beeld? Oh, dat is Ivy. Nou, het is niet normaal toch? Bizar. Echt bizar. Oh my god, Amber. Ja, je hebt het ook gekregen. Nou, echt weer eventjes. Michelle, bedankt. Michelle, bedankt. Michelle is echt de held van deze livestream. Oh my god. Niet normaal. Echt niet normaal. Nou, iedereen die een lidmaatschap heeft gekregen van Michelle. Jullie zijn net in beeld gekomen. Gefeliciteerd natuurlijk. En bedankt echt Michelle even 1000 keer. Want zij verdient het zo erg. Oh my god, ze heeft 35 lidmaatschappen cadeau gedaan. 35 mensen blij gemaakt. En mij heel erg blij gemaakt. Het is niet normaal. Dankjewel, Michelle. Echt 1000 maal dank. Bizar. Bizar, toch? Dit is echt bizar. Wow. Iemand zegt, als je straks geen lid bent, is dat echt bijzonder. Nou, bijna wel, ja. Nee, dat is natuurlijk niet zo. Iedereen is even bijzonder, of je nou lid bent of niet. Maar het is wel bizar dat dit zo eventjes gebeurd is. Dat had ik echt niet verwacht toen ik vandaag begon met streamen. Maar het is wel echt mega lief. Dankjewel, Michelle. Oeh, zo. Echt niet normaal. Oké. Ja, waar was ik? Oh ja, de stemronde. Wanneer gaan we de stemronde doen? Dat was een beetje de vraag. Dat is... Oh! Wow! Oh! Oké, ik zag het op het nippertje. En jullie ook. Luca ging met Casey romantisch doen. Oh, die Luca is echt een player, joh. Hij zat net nog met Milou te flirten. Maar wilt Casey dit nou nog wel dan? Oh, hij gaat het weer doen! Oh, wow! We zien het live op beeld! Live op beeld. Maar Casey knuffelt hem ook nog wel terug. En wat nou als hij gaat flirten dan? Gaat Casey dan ook weer met hem flirten? Ja, oh my god. Nou, dit is natuurlijk wel de OG love. Want zij waren de eerste die met elkaar gingen flirten. Maar ik gun Casey wel beter dan Luca. Oh, en zij gunt het zichzelf ook zo te zien. Nou, waar doe je het dan voor, Casey? Gewoon eventjes voor de lol. Oh, misschien gaat Casey nu wel hem, zeg maar, aan het lijntje houden. Oh, dat gaat ze doen. We gaan zoenen. Maar niet met het idee van dat ze een relatie krijgen. Casey doet het gewoon omdat ze er zin in hebben. Oh. Oké, dat is een verre zoen. Maar oké. Dat was heel raar. Oké, nou, dat was echt een nepzoen. Maar goed, het zal wel. Ik weet niet wat daar gebeurde. Zo, Lily is druk aan het sporten. Moet je kijken, joh, meid. Doe je wel even rustig aan. Want je bent ook zwanger. Nou ja, dan kun je natuurlijk nog wel sporten. Maar je moet ook weer niet helemaal uitgeput zijn dadelijk. Even kijken. Oh, en we hebben weer een nieuw lid erbij. Noah V is lid geworden. Welkom, Noah. Leuk je lid bent geworden. En super bedankt dat je kijkt. En super bedankt voor je support natuurlijk. Hartstikke leuk. Even kijken. Misschien kunnen we eventjes wat bekertjes met sap gaan vullen. Even lekker gezellig met z'n allen even een feestje houden of zo. Even voor de gezelligheid. En dan gaan we daarna gewoon de stemronde doen. Dan kunnen we nu nog iedereen een beetje observeren van hoe iedereen met elkaar omgaat. En dan doen we daarna de stemronde. Ik wil eigenlijk bijna niet stemmen gewoon. Omdat ik iedereen er nu soort van in wil houden. Hebben jullie dat ook? Maar ja, er moeten toch echt mensen uitgaan. Dat is gewoon natuurlijk hoe het werkt. Zo, ik zet even lekker wat bekertjes neer. Hier, kan iedereen lekker wat pakken. Nou, ik maak er nog eventjes wat meer. Want we hebben nog niet genoeg voor iedereen. Zo. Nou, misschien kan iedereen dan ook even zo'n leuke feestkleding aandoen. Zodat iedereen er een beetje feestelijk uitziet. Dat is ook wel gezellig. Zo. Nou, er staat heel veel drinken. Hopelijk is het genoeg. Ik haal Mosi eventjes naar binnen. Ja, en dan doe ik eventjes deze deur op slot. Zodat ze niet weer naar buiten gaan. En
Mogen ze al gaan slapen? Ja, ja, dat mag wel in principe, want dat is natuurlijk een deel van de challenge. Maar dat gaan ze nog lang niet doen, denk ik. Ze gaan nog niet slapen. We gaan even iedereen's feestoutfit bekijken. Dat hebben we nog geen één keer bekeken natuurlijk. Want niemand heeft dat nog aangehad. Dit is die van Mosey. Nou, die ziet er hartstikke hip uit. Jason gaat ook zijn feestkleding aandoen. Oh, die heeft een heel pak. Nou, dat is helemaal netjes. Milou, die heeft al een ander soort outfit aan. Maar dit is denk ik niet haar feestkleding. Die gaat ze nu eventjes aandoen. Zo. Oeh, dit is haar jurkje. Cute. Heel cute. Ze heeft een heel... hele cute stijl heeft ze wel. Even kijken. Oh, Casey zit met Luca te flirten. Weet wat je doet, hè, meid? Hij is een player. Ja, ik denk dat ze dat nu zelf ook wel weet. Maar denk ik waarschuwde nog even voor de zekerheid. Hij heeft ook zijn feestkleding aan. En dan moet alleen Lily nog de feestkleding aantrekken. Zo. Oh, ik vind dat van Luca nou niet heel feestelijk. Oeh, dat van Casey wel. Hele leuke outfit die van Casey. En die van Lily ook. Alleen is die wel een beetje zomers. Maar ja, dat maakt natuurlijk niet uit. Oké, nou iedereen pak even lekker een drankje erbij. Die heeft Mosey net allemaal voor jullie gemaakt. Dit is jullie laatste avond met zijn zessen. Want er gaat dadelijk weer iemand het veld ruimen. Dus ja, dat is weer eventjes best wel weer heftig. Zij heeft nog geen drankje. Oh, Jason pakt ook al een drankje. Nou, nu heeft iedereen bijna wel een drankje. Zo, we gaan even met elkaar kletsen. Want wat is nu de situatie? Jason en Milou. Wie hebben nou echt nog geen goede band met elkaar, zeg maar? Jason en Casey hebben bijna nog geen contact gehad. Kijk maar, want die vriendschap is best laag. Oh, Jason en Mosey is nog lager. Oké, die hebben dus nog minder contact met elkaar gehad. Mosey, ja, die heeft wel een goede band met Luca. Maar ja, die wordt wel gewoon keihard gepleed, zeg maar. Ja, met Jason dus niet. Jason, daar was ik net al bij. Even kijken. Nou, er zijn in ieder geval niemand haat elkaar of zo. Dat is ook wel een keer fijn. En Casey, met wie kan zij het beste vinden? Ja, dat is denk ik toch met Luca of met Lily. Nou, ik ga dan eventjes Jason met Mosey laten kletsen. Omdat zij elkaar nog niet heel erg goed kennen. We gaan gewoon eventjes mensen met elkaar laten praten. Oeh, Ilse die heeft gedoneerd. Dankjewel, Ilse. Heel erg lief. Oh, je had net ook een lidmaatschap cadeau gedaan. Ik kan morgen lid worden. Oh, oké. Nou, dat is super leuk in ieder geval. Leuk toch als dat je lid gaat worden. Kan je het huis in de galerij zetten? Ik weet niet welk huis je bedoelt. Als je deze bedoelt, de dingen van Big Brother komen nog wel in de galerij. Dus dat komt er nog aan. Ook de poppetjes die komen ook nog in de galerij. Dus als je dat bedoelt, dat komt er nog aan. Even kijken. En hij gaat... Oh nee, hij ging al met elkaar praten. Dan gaat... Luca gaat met Lily praten. Want die hebben ook niet een hele goede band. Hij gaat eventjes naar haar zwangerschap vragen. Ja, want iedereen ziet natuurlijk nu wel dat zij zwanger is. Dat lijkt me overduidelijk. Oh, die gaat er alweer vandoor. Nou, gezellig. Casey is aan het opruimen. Dat zijn altijd pluspunten. Ja, hoe gaat het met jouw zwangerschap? Goed dat je het vraagt. Ik zit in mijn eerste trimester. Ik vind het oké om een kind te krijgen. De zwangerschap heeft zijn goede en slechte dagen, maar het is een mooie beleving. Nou, dat is goed om te horen. Zij praten even over sport, zo te zien. Hij gaat eventjes zijn partner adoreren. Nou ja, hij is natuurlijk gek op Lily, dus dat gaat hij eventjes ook vertellen. Casey is weer aan het dansen. Yo, Casey die gaat eventjes flirten met Luca. Oh, Casey die wordt nu ook een beetje de bad girl hoor. Want zij gaat nu met hem flirten. Terwijl ze weet natuurlijk dat hij gewoon echt toxic is. Maar toch doet ze het eventjes. En Milou en Mosey boeit het helemaal niet, hè. Het lijkt wel alsof niemand het meer boeit wie met Luca flirt. Iedereen weet al dat Luca de player is. Zo gaat het een beetje. Oké, en als hij nu gaat flirten dan. Als Mosey nu weer gaat flirten met Luca. Wat gebeurt er dan? Oh, kijk, dat vindt hij ook weer leuk. Ja, het is toch echt vreselijk. Het is echt vreselijk. Wat een player. Oh, Casey vindt het wel erg. Oh. Ze is wel jaloers. Oh my god. Oké, nee, ze vindt het toch niet leuk.
Ja, vorige keer wilden ze ook al jaloers worden. Toen had ik op nee geklikt. Nou, misschien moeten ze het nu wel worden dan, als het al zo vaak gebeurt. Ja. Zullen we op ja klikken dan maar? Ja, als zij, ja, ik vind Casey niet echt een jaloers type ook. Maar ja, het is wel de tweede keer dat het nu gebeurt. Dus ik denk dat het wel gewoon zo is. Ja. Milou is echt mooi. Daar ben ik het helemaal mee eens. Gaan we stemmen? Ja, bijna. We gaan bijna stemmen. Nou, we doen het wel gewoon. Het maakt er niet uit. Ja, zij is helemaal jaloers. Oh, zo. Ze is echt wel flink boos ook erom. Gekwetst gevoel. Oh. Oké, nou, dat is niet zo leuk van Luca. Nou, daar gaat Casey... Oh! Wat? Nee, wat gebeurt er nou? Jason is verraden door iemand om wie hij gaf? Heeft Lily... Nee, Lily heeft toch niet met iemand anders geflirt? Dat kan niet. Dat wil ik niet geloven. Oh. Oké, nou, Jason is jaloers. Met wie heeft Lily geflirt dan? Oh, dit is echt heel erg. Dit is echt heel erg. Wie was het? Ik heb het niet gezien. Met wie heeft Lily geflirt? Ik denk met Luca. Ik denk dat Luca het heeft gedaan. Ja, ik weet het niet. Ik kan het ook niet zien. Oh nee. Oh nee, dit is echt erg. Ja, ik weet gewoon niet met wie dit is gebeurd. Oh. Of het is met Mosi gebeurd. Nee, die heeft toch niet geflirt met Lily? Heeft iemand het gezien? Want ik weet het niet. En we moeten natuurlijk wel even flinker wat van gaan zeggen wie dit heeft gedaan. Ik weet niet wie met Lily geflirt heeft. Het was niet Milou, het was niet Casey, want die zag ik in beeld. Het was of Mosi of Luca, maar Mosi zie ik er niet voor aan. Dat is een goede sim, hij heeft een goede reputatie, hij zou dat niet doen. Luca is echt iemand die dat zou doen. Toch? 100%. Het is 100% Luca. Nou, ja, dit is wel echt een probleem dan. Nou, en Jason die gaat hier natuurlijk echt flink boos om worden. Heel veel mensen zeggen dat het Mosi was. Echt waar? Mosi flirtte met Lily? Oké, de meeste mensen zeggen wel Mosi. Ja, ik heb het niet gezien. Nou, dan vertrouw ik jullie er maar op. Ik kan het me niet voorstellen dat hij dat zou doen. Nee, kan ik me niet voorstellen. Maar oké, ik vertrouw jullie. Ik weet het nou helemaal niet. Dus ja, de band tussen Jason en Mosi, die is ook niet goed. Oké, nou, dan gaan we even flink boos op hem worden. Ja, ik weet niet of het zo is. Maar we gaan er wat van zeggen. Nou, dit had een gezellig feestje moeten worden. Maar dat is weer iets anders geworden dus. Heel jammer. Nou, stop je eens even met dansen, jij. Want je gaat flink even ervan langs krijgen. Brullen. Oh, maar het ging zo goed tussen Lily en Jason. Dit vind ik wel echt jammer. Mosi heeft het nu gewoon verpest. Ja, of Lily ging zelf flirten. Maar dat kan ik me niet voorstellen. Zo, ja, ga maar lekker doordansen. Er komt flinke ruzie aan, hoor. Oh, zo. Milou is het er... Oh! Milou is het er niet mee eens? Wow, oké. Waarom wordt Milou nu boos op hem dan? Hier, Milou is weer degene die gaat lopen stoken. Dat is elke keer dus zo. Mosi heeft toch hier gewoon iets fout gedaan? Of ben ik nou helemaal gek? Ja, ik ga ook maar gewoon door. Hupsakee, het is klaar. Ik heb helemaal geen zin in hem. En we gaan nu ook eventjes dan tegen Milou eventjes iets zeggen. Want zij moet zich er niet zo mee bemoeien. En zij moet niet zo stoken. Dat is helemaal niet leuk. Echt helemaal niet leuk. Nou ja, oh, wacht, we kunnen misschien wel zo... Oh, een goed gesprek over problemen houden. Dat is toch erg? Oh my god, Lily heeft een maximale dansniveau. Oh my god, oké, het is echt één drama hier. Even kijken hoor. Jealousy. Oké, ja, er is geflirt.
Maar ja, ik weet niet met wie. Dus we kunnen haar alleen confronteren met het flirten. Ja, ze gaat nu in bad. Oké, okay, nou, we lopen eventjes naar de badkamer toe. Even kijken hoor. Lily wees Mosi af, zegt iemand. Oké. Okay. We gaan eventjes vragen over meer... Of nou ja, even confronteren over het flirten. Hier, Mosi loopt weer naar binnen. Hij is ook een beetje sneaky nu hoor. Ja, oké, okay, Jason gaat even verhaal halen. Is er meer gebeurd dan flirten? Nou ja, ze is haar nu aan het confronteren. Oké, ze maakt het alweer goed. Oké, hij is weer flirterig. Is het dan weer goed al? Is er niks meer aan de hand? Een goed gesprek over problemen houden. We doen het maar even voor de zekerheid. Want ja, ik wil gewoon dat het wel goed is tussen hun twee. Anders vind ik het echt jammer. Dat zou ik echt jammer vinden. Oh, nou, ze is wel een beetje boos op hem nu. Ja, maar ja. Nee, oké. Okay. Ik denk dat Mosi het dan was. Ja. Nou, dan moet ik nog bozer op hem worden. Oh, Milou voelt zich de laatste tijd heel vrolijk. Nou, dat is hartstikke leuk voor je. Toch? Ja. Nou, het is al laat. En even kijken hoor. Hij gaat even naar de wc. Ik denk dat we een stemronde gaan doen. Ja, en we doen natuurlijk ook nog de challenge wie het langst wakker blijft wint. Nou, zo te zien blijft iedereen nog wel even wakker. Dus die challenge gaat nog wel even door. We gaan gewoon een stemronde doen. Ja, het is de tijd. Het is de tijd voor een stemronde. Nou, dat wordt spannend. Ik ben heel erg benieuwd wie eruit gaat. Er kan niet gestemd worden op, even dubbelchecken, Jason. Op Jason kan niet gestemd worden, want hij heeft een vrijstelling gewonnen. Oké, okay, nou iedereen gaat weer eventjes op de bank natuurlijk. Ah, hij is verdrietig, Jason. Nee, ik vind het voor hem ook echt zielig. Hij verdient het ook helemaal niet om eruit te gaan. Dus, ja, nou dat gaat sowieso ook niet gebeuren, want hij heeft die vrijstelling. Okay, iedereen gaat weer naar de bank toe. Zo. En wie missen we nou nog? Jason missen we nog. Nou, die komt er ook aan. Oké, straks komt natuurlijk weer het linkje in de chat. En dan kunnen jullie daar weer stemmen op degene die eruit moet. Maar eerst eventjes een overzicht van wat er nou is gebeurd. Oké, nou ja, we gaan eventjes beginnen bij Lily. Lily heeft zich in principe goed gedragen. Lily heeft wel net geflirt met iemand. Met Mosi, als het goed is, die hier zit. Ik weet niet of het echt waar is. Maar ja, ze is hartstikke zwanger, I know. Maar ja, nou ja, het was denk ik wel Mosi's schuld. Een aantal van jullie zeiden dat Lily hem afwees. Dus daar ga ik dan maar van uit. Ja, dus ik gun het Lily niet per se om eruit te gaan. Maar ja, ze heeft wel met iemand anders geflirt. Het is wel jammer dat het zo even is gelopen. Mosi dan. Die had een hele goede reputatie en had het heel goed gedaan tot nu toe. Hij was echt de goede persoon van het stel, kon niks fout doen, heel aardig en vrolijk. En nu heeft hij toch geflirt met de vriendin van iemand hier in het huis, namelijk van Jason. En dat is wel echt eventjes heel erg gemeen. Hij was gewoon klaar voor drama, hij wilde drama creëren en dat heeft hij wel een beetje gedaan. Dus ja, dat is wel een beetje slecht nieuws voor hem, denk ik. Luca is gewoon de player van het huis. Dat moeten we accepteren. Dat heeft iedereen ook wel geaccepteerd, denk ik. Behalve Casey. Casey, die vond Luca wel echt leuk. En zij heeft nu ook gewoon een jaloerse eigenschap. Ze is diep gekwetst door Luca. Dus dat is ook wel gevaarlijk voor hem. Want Casey is wel een favoriet hier in deze serie. En Luca heeft haar pijn gedaan. Dus ik weet niet of dat... goed voor hem gaat aflopen. Nou, dan hebben we Milou. Milou, ja, die heeft wel ook weer wat gedaan. Die ging wel weer lopen stoken net. Want Jason werd natuurlijk een beetje boos op Mosi. Omdat hij had geflirt met Lily. En Milou ging zich er toen weer mee bemoeien. En die ging toen ineens boos doen tegen Jason. Terwijl Jason verdiende dat helemaal niet. Mosi verdiende het. Dus Milou is wel een beetje een bemoeien al. En die creëert ook wel een beetje ruzies hoor. Ze stiekem wel een beetje bitchy. Dus dat is ook niet echt een hele goede eigenschap van haar. Ze lijkt heel lief, maar van binnen is ze wel een beetje een bitch af en toe. Nou, Casey, ja, die heeft eigenlijk weer niks fout gedaan, denk ik zo. Ik zit even te bedenken, heeft ze wat fout gedaan? Nee, volgens mij niet echt. Het was zielig voor ze dat ze zo verdrietig is. Ze is jaloers. Ze is ook een beetje dronken. Ze is jaloers door...
ja, door Luca. Casey vindt Luca gewoon echt oprecht leuk. Maar ja, Luca is zo'n player, dus het gaat natuurlijk nooit iets worden. En Jason die heeft een vrijstelling, want die had de dart challenge gewonnen. Oké, dus ik ga het linkje aanmaken. Jullie straks weer stemmen. Je hoeft het dus niet hier in de chat te zetten, maar ik ga straks het linkje plaatsen in de chat. Wie moet het huis verlaten? Oké, nou, ik vind het van iedereen wel jammer. Het maakt niet uit. Iedereen die weggaat vind ik wel jammer of zo. Ik bedoel, het wordt nu echt zo'n kleine groepje. Het wordt echt een beetje een familie. Dus als er nu iemand weg moet, dan is het wel even extra heftig of zo. Oké, ik heb Lily. Dit is Lily. Dit is Mosi. Dit is Luca. Dit is Milou. En dit is Casey. En op Jason kan natuurlijk niet gestemd worden. Oké, het linkje komt eraan. Stem hier. Het linkje staat in de chat, jongens. Stem hier. Stem allemaal even op het linkje dat nu in de chat staat. Oeh, er is iets gebeurd. Kelly van Bogaert heeft gedoneerd. Dankjewel Kelly voor je donatie. En superleuk dat je er natuurlijk bent. Heel erg bedankt voor je support. Oké. Heeft iedereen het linkje gevonden? Ik kan hem weer niet vastpinnen. Ik weet niet waarom dat tegenwoordig niet meer kan. Eerst kon het elke keer wel. Nu ineens niet meer. Misschien als ik het zo doe dat het wel kan. Even kijken. Nou ja, volgens mij hebben de meeste van jullie het wel gevonden, toch? Het linkje. Ik heb hem er nog eventjes ingezet voor de zekerheid. Nou, ik denk dat iedereen het nu wel heeft gevonden. Oh, oké. Nou, dit is natuurlijk het lijstje. Ik vind het wel een beetje spannend ook. Ik ga daar eventjes een muziekje onder zetten. Want ja, wie moet het huis verlaten? Oké. Nou, heeft iedereen een beetje gestemd? Ik denk het wel. Ik ga dan nu ook stemmen. En ja, eventjes goed nadenken hoor, op wie ik ga stemmen. Ik had vorige keer op Mosi gestemd. En ja, misschien stem ik daar nu wel weer op eigenlijk. Of op Luca. Ik twijfel nu een beetje tussen Mosi en Luca. Ook wel een beetje Milou, maar ik denk dat ik toch gewoon weer voor Mosi ga. Net als de vorige keer. Toen had ik erbij gezegd dat hij niet heel erg opvalt in de groep. Hij was een beetje de afwezige. Hij zorgde niet echt voor spanning en sensatie. Nou, dat heeft hij nu wel gedaan. Maar ja, nu vind ik het niet op een leuke manier. Nee, dus ik... Ik ben niet echt fan van Mosi, denk ik. Dus ik ga op Mosi stemmen. En dan gaan we naar de uitslag in 3, 2, 1... Oh ja, Mosi moet het huis verlaten. Ik had dit wel verwacht. Ik had het verwacht. Ik zag heel veel mensen in de chat ook al Mosi zeggen. Mosi moet naar huis. Ja, ik had het zien aankomen. En dan de tweede met de meeste stemmen is Milou. Had ik ook zien aankomen. En dan de derde met de meeste stemmen is Luca. Nou, dat had ik ook wel zien aankomen. Milou en Luca zitten echt in de gevarenzone. Dus ik hoop voor een van hun twee dat een van hun twee straks een vrijstelling krijgt. Dat zou hun heel erg helpen, denk ik, bij de volgende stemronde. Maar Lily en Casey die zijn dus nog heel erg veilig, zoals jullie zien. En Jason die had natuurlijk nu de vrijstelling. Oké, nou, Mosi. Het is heel erg jammer voor je, jongen. Maar jij moet toch echt het huis verlaten. Ja, het is nou eenmaal hoe het is. Dit is gewoon hoe het werkt. Dus we gaan eventjes de deur op slot doen. En je mag naar buiten gaan lopen. Je mag vertrekken. Of nou ja, mag. Je moet vertrekken. Doei, Mosi. Ik vind dit niet heel jammer of zo, maar weet je, ik vind ook... Ja, hij is boos, kijk maar. Ik vind het niet leuk dat hij eruit moet. Het is wel een beetje je eigen schuld. Je had gewoon niet moeten flirten met Lily. Dat was echt gewoon even de drempel. Iedereen is wel een beetje nu fan van Lily en Jason. Ik ook. Dus je kan dan niet... Hier, hij is echt boos. Je kan dan niet nu ineens hun relatie gaan verpesten. Dat vind ik wel echt een beetje een red flag. Kijk, dat je nou een beetje een player bent zoals Luca, oké?
Maar wat hij doet, nee, het was net een stap te ver. En echt op het laatste moment deed hij het ook. Dus het is echt wel stom van hem dat hij dat heeft gedaan. Nou ja, eventjes zwaaien naar de camera. Eventjes doei zeggen. Zo, doe niet zo overdreven, jongen, met dat stikken. Jeetje. Overdreven gedoe. Ja, hij is echt niet blij. Hij is echt boos. Maar ja, het is helemaal de situatie. Bye! Even allemaal motie uitzwaaien. Doei, doei. Ja. Heel dramatisch. Nou, oh, hij schaamt zich ook. Ja, waarom schaam je? Omdat je eruit bent. Helaas, dan moest je maar niet flirten. Mosie, die is eruit, jongens. Hij is eruit. En daar gaat hij. Hij gaat vertrekken. Vadertje Winter staat hier nog steeds. Oh my god, die staat hier echt al 2 dagen of zo. 3 dagen, niet normaal. Die blijft hier maar staan. Nou, daar gaat hij. Ik denk dat hij ook gewoon meteen letterlijk weer gaat vertrekken. Ja, en hij is weg. Oké, bye. Doen even deze deur weer op slot. Op slot doen voor iedereen. Ik doe deze weer eventjes open. Dan mogen mensen ook weer naar buiten. Ja, en ik ga het weer allemaal eventjes op automatisch zetten. Dat iedereen weer doet waar ze zin in hebben. Zo. En even opstand tussendoor, ook wel belangrijk. Oké, nou ja, en nu zijn we nog maar met 5. Oh my god, het wordt echt steeds kleiner. Het wordt ook echt wel spannend nu. Want eerst, Casey was eerst echt de topfavoriet wel een beetje. Maar ja, nu zijn Lily en Jason ook wel echt favoriet. Dus ja, wie zou er nou uiteindelijk gaan winnen? Dat is echt wel spannend. En Luca en Milou, ja, die zitten wel in de gevarenzone, denk ik. Maar misschien gaan zij het weer helemaal goed maken. Worden zij straks wel topfavoriet? Je weet maar nooit hoe het loopt. En als zij natuurlijk een vrijstelling winnen, ja, dan kan je natuurlijk daar ook gewoon mee winnen. Dus we gaan nu nog de challenge afmaken wie het langst wakker blijft wint. En dat wordt ook nog spannend. Niet voor Luca, want die is al het meest moe. Dus hij valt, hij gaat sowieso geen vrijstelling winnen. Milou maakt nog wel kans op die vrijstelling, denk ik. Dus we gaan gewoon even zien hoe dat gaat. We gaan nu eventjes een korte pauze houden. Dan kan iedereen even naar de wc eten of wat dan ook. Dan kan ik dat ook even doen. En dan zie ik jullie straks weer terug. Dus blijf er natuurlijk bij. En we gaan straks weer verder met de Big Brother Challenge. Tot zo.
Hey, daar ben ik weer. Nou, de pauze is iets eerder alweer voorbij. Ik ben even naar de wc geweest. Even snel wat gegeten. Het lijkt alsof er make-up onder mijn ogen zit. Ik weet niet of het echt zo is. Moment. Ik ben mijn telefoon ergens vergeten. Waar ligt die? Oh, hier. Found it. Lijkt maar zo. Anyway, we zijn er weer. Hopelijk hebben jullie ook allemaal even lekker wat eten kunnen pakken, drinken, naar de wc. Waarom zit dit dingetje zo lelijk? Ja, zo even lekker het kussentje achter me. Super chill. Ben ik terug? Wat heb ik gemist? Nou, je hebt nog niet zoveel gemist. Ik heb trouwens nog wel iets gemist, want er is nog een nieuw lid bijgekomen. Namelijk Irene Prins. Ja, je was lid geworden tijdens de pauze. Maar ik zie nu net dat je lid bent geworden. Dus alsnog heel erg bedankt Irene. Superleuk dat je erbij bent. En leuk dat je nu bij Team Bokudo hoort. Hartstikke bedankt. Je hebt niks gemist hoor, als je er nu net pas weer bent. Ik wacht toch wel even tot 20:55 zodat iedereen weer terug is. Sommige mensen zijn misschien nog eventjes weg. Iedereen vraagt al, of iedereen heeft het er al over wie er de volgende keer uit moet. Ja, er krijgt nog iemand een vrijstelling, hè? Wie straks het langst wakker blijft, die wint natuurlijk de vrijstelling. Dus het is nog spannend. Hoe kan ik lid worden? Je kan lid worden door lid worden te klikken op mijn kanaal of hieronder. Als je nu op je iPhone kijkt of je iPad of iets van Apple, dan zie je die optie niet staan. Want via Apple dingen kan het niet. Dus dan moet je even op je computer kijken. En als je dan naar mijn kanaal gaat, dan zie je de optie lid worden. Gaat Lily bijna bevallen? Haar buik lijkt niet goed te groeien. Nou, ik weet het niet wanneer ze gaat bevallen. Even snel kijken wanneer... er staat ook niet in welk trimester ze is of zo. Ik weet niet waarom dat is. Beetje raar. Nou ja, we wachten het nog maar even af. Ik ging dansen in de pauze. Dat is altijd goed, Amber. Ik heb Tony Chocolonely. Lekker. Nice. Waarom speel je nooit meer met huisdieren in de Sims? Ja, ik doe dat eigenlijk heel weinig inderdaad. Ik vind huisdieren vaak een beetje vervelend of zo. Ja, je bent er zoveel tijd aan kwijt. En als je bijvoorbeeld een hond hebt, is het heel leuk. Maar die moet je dan ook uitlaten. En in Sims tijd duurt het dan echt 3 uur of zo. Ja, dat vind ik dan een beetje jammer of zo. Katten zijn nog wel leuk. Daar heb je niet zoveel werk aan. Maar over het algemeen vind ik huisdieren in de Sims niet heel leuk of zo om te hebben. Dus eigenlijk ook in mijn privé games heb ik dat nooit. Nee. Hoe creëer je de meeste drama in de Sims? Ja, sowieso in de liefde. Iemands vrouw afpakken, iemands man afpakken. Dat is natuurlijk de echte drama. In het echt moet je dat niet doen natuurlijk. Dat is niet netjes. Maar in de Sims creëert dat wel echt lekker veel drama altijd. Ik heb een peer gepakt. Goed zo, Ramon. Lekker gezond. Ik heb thee, zegt Peggy. Nice. Ik had net thee. Ik heb nu water. Ik heb chips gepakt en kaarsjes aangedaan. Love it. Love it too, Amber. Ik heb ook een kaarsje hier aanstaan. Een heel klein kaarsje. Toch weer even een beetje gezellig zo. Oké, nou. De pauze is nu officieel voorbij. We gaan weer verder. Dus ik ga weer eventjes switchen naar het grote scherm. Zo. Oké, het is nu 2:30 s'nachts. We doen natuurlijk nog de challenge wie het langst wakker blijft, wint. Zoals er naar uitziet gaat Luca als eerst slapen, want zijn energielevel is het laagst. Degene die nu is wint, die heeft een vrijstelling voor de volgende stemronde. En ik denk dat we die stemronde wel vandaag nog doen. En dan morgen gaat er 1 iemand uit. Ik denk dat het dan op die manier wel het spannendst blijft. Dus... dan gaat er vandaag nog 1 iemand uit. Wie is er uitgestemd? Mosi, die is er uitgestemd. Ja.
Helaas, Mosi moest vertrekken uit het huis. Kan je morgen eerder livestreamen? Ja, kan. Maar ik ga niet te vroeg live, want ik moet ook nog eten en zo. Ik stream nu elke dag gewoon rond 19:30 s'avonds. Ik ben vandaag ook wel iets eerder live geweest. Volgens mij om 19:45 begon ik. Of 19:50 of zo. Morgen zou het misschien weer zoiets zijn. Dus morgen misschien 19:45. 19:00 misschien. Dat ook wel lukt. Maar ja, ik moet soms ook. Ik moet zelf natuurlijk ook eten. Dus. En ik ben overdag ook gewoon bezig. Dus ik moet ook even chillen en even lekker gewoon zitten en eten. Dus daarom 19:30. Maar ik zal proberen morgen wat eerder live te gaan. En zaterdag ook. Zaterdag ben ik dus ook nog live, hè. Dus morgen nog en zaterdag nog. En dan is morgen nog een gewone aflevering. En dan zaterdag de finale. Ik kan zaterdag niet live kijken vanwege Wie is de Mol. Ja, dat zag ik ook een aantal mensen zeggen, inderdaad. Ja, ik kijk dat zelf niet, dus ik weet het niet. Maar ik zal proberen zaterdag dan ook wel wat eerder live te gaan. Zodat de meeste mensen nog mee kunnen kijken. Want dat programma begint volgens mij 20:30. Dus ik zal proberen iets eerder live te gaan. Maar ik denk niet dat het al om 20:30 klaar is. Maar dan heb je in ieder geval nog het meeste live mee kunnen kijken. Maar goed, dat is voor zaterdag. Zo. Dus je kan natuurlijk altijd de livestreams terugkijken. Hè? Dus als je iets mist, dan komt dat natuurlijk helemaal goed. Welke pot heb je op je Arab? Nou ja, het is grappig. Ik heb een Arab, maar ik gebruik die pots nooit. Er zit er wel een op. Dit is peach of zo. Maar echt die geur en smaak is er echt al lang vanaf. Het zit er meer op voor de sier, maar ik gebruik hem eigenlijk alleen gewoon voor normaal water. Omdat ik hem gewoon... Ik vind hem zo chill drinken. Ik heb geen ene andere fles die ik zo chill vind drinken, maar dat smaakje, dat hoeft voor mij eigenlijk niet altijd. Dus ik drink gewoon normaal alleen water zonder smaakje. Ik vind gewoon, hij drinkt zo smooth of zo. I don't know. Even kijken. Oh ja, wie gaat er als eerst slapen? Nou, dat wordt nu spannend. Nee, niet Casey al. Oh nee, die gaat huilen. Oké, okay, dat is nog niet slapen. Dus ze heeft nog kans. Ja, wie zou deze vrijstelling gaan winnen? Oh, maar Casey is nu wel aan het huilen in bed door Luca, hè? Laten we dat eventjes goed beseffen. Dat is wel echt heel gemeen. Hier, en Milou is weer flirterig. Nou, hier, ga dan maar eventjes met hem flirten. Ja, zij hebben elkaar helemaal gevonden nu ineens. Ja, Mosi is weg. Daar had Luca natuurlijk ook een beetje mee geflirt. Maar ja, nu hij weg is, dan gaat hij maar weer terug naar Milou. Zo werkt het alweer bij een player, hè. Milou en Luca die delen wat diepe gedachten uit. Houdt Milou van diepe gedachten, ja? Ik vind haar daar wel ook iemand voor. Maar ze kunnen wel lachen met elkaar, Milou en Luca. Dat is wel leuk. Oh, hier. Hij geeft haar weer een complimentje, hoor. Onze Casanova, letterlijk. Oh, ze geeft het ook terug. Ja, zij lijken elkaar toch wel heel erg leuk te vinden. Ik denk dat dat met Mosi en Casey voor hem niet echt serieus was. Maar met Milou misschien wel. We kunnen het proberen. De twee red flags, zegt Suze. Ja, de twee red flags gaan met elkaar. Dat is inderdaad wel een beetje waar. Nou ja, dat is ook alweer grappig. En het past dan ook alweer goed bij elkaar, toch? Zo is het dan ook alweer. Nou, de twee red flags gaan eventjes lekker een hotdog eten. Waarom is hij verdrietig? Oh, door Lily nog steeds. Lily is weer aan het sporten. Hartstikke goed. Maar Lily moet het wel eventjes goed maken, hoor, met hem. Excuses aanbieden. Maar hoe gaat het nou met Lily's buik? Want inderdaad, haar buik lijkt heel langzaam te gaan. Ik snap niet helemaal waarom. En er staat ook niet hoe lang ze al zwanger is. Alleen dat er een kind onderweg is. Ik vind het ook een beetje raar dat die buik niet verder groeit. Dat heb ik nog nooit gehad. Dus ik weet niet wat dat verder betekent. Nou, Lily is even de excuses aan het aanbieden. Jason accepteert het volgens mij wel. Misschien moeten we eventjes naar de zwangerschap vragen. Wat gebeurt daar? Oh, het is gewoon een normaal gesprek. Ja, ik ga eventjes naar de zwangerschap vragen. Kijken hoe het, wat ze erover zegt. Ze zit nog steeds in haar eerste trimester. Oké, het gaat goed blijkbaar, de zwangerschap. Dat zegt ze tenminste. Maar hoezo zit ze dan nog in haar eerste trimester? Dat is wel een beetje... raar.
Even kijken. Haar pregnancy status. Start pregnancy. Ik ben even in de mods aan het kijken hoor. Of er iets misschien niet goed staat of zo. Change trimester. Nee, nou ja, ik weet het niet. Nou, we gaan haar dan maar eventjes in het tweede trimester stoppen met een cheat. Maar nee, het moet volgens mij gewoon goed gaan met de zwangerschap. Ja, dus ik weet niet wat er dan aan de hand is. Ze is paranoïde. Ze is bang dat er over haar gepraat wordt of zo. En ze is hot. Wat is ze hopeloos verliefd? Oh, ze is hopeloos verliefd op Jason dan, neem ik aan, toch? Ja. Oké, nou Milou die gaat... Die gaat eventjes naar Luca toe. Waar is Casey? Oh, die zit op de wc. Oké, nou het is ook nog spannend wie het langst vol gaat houden, hè? Wie gaat het langst volhouden? Wie gaat als eerst slapen? We gaan even een vathandstand doen met Luca. Wilt hij niet? Jawel, hij wil toch wel. Oh ja, kijk, Lily's buik is nu... Nee, ze is niet echt dikker geworden, hoor. Nee, helemaal niet. Nou, blijkbaar gaan ze die vathandstand niet doen. Nou, dan gaan jullie maar even samen in de jacuzzi. Hupsakee, erin gaan. Samen met Luca. Oh nee, Luca gaat slapen! Oh nee, ja, oké. Nou, Luca heeft de challenge al verloren in ieder geval. Hij wint geen vrijstelling. Nee, jammer voor hem. Waarom gaat Lily nou heel de tijd sporten eigenlijk? Ga eventjes... Hoezo kan ze niet in de jacuzzi terwijl ze zwanger is? Maar ze kan wel sporten terwijl ze zwanger is. Dat is raar. Oh, Milou is er ook alweer klaar mee. Wat is er nou met haar aan de hand? Oh, Lily heeft een slecht gevoel dat haar liefde... Oh, ze heeft het gevoel dat Jason iets doet wat niet helemaal oké is. Oh, Jason is ook gaan slapen. Oh, nee. Oké, nou ook geen vrijstelling dus voor Jason. Ja, ik denk dat Milou de vrijstelling wel kan gebruiken. Casey niet echt, denk ik. Lily, ja, ik weet niet wie de vrijstelling kan gebruiken op dit moment. Nee, ik vind het helemaal spannend eigenlijk. Ik heb echt geen idee meer wie er nu de volgende keer uitgaat. Even kijken hoor. Zij heeft nog een beetje honger. Nou, dan ga je toch nog even lekker wat pannenkoeken eten. Hallo, ze zijn gewoon een heel nachtje aan het doorhalen hier. Waarom is niemand moe? Echt, niemand is letterlijk moe of zo. Dat is gek. Nou, we gaan nou eventjes met Casey kletsen. Ja, we moeten toch iets... Explain cheating situation. Wat? Waarom kan Casey het over vreemd gaan hebben met Milou? Oh, zij vinden natuurlijk dezelfde jongen leuk. Oh my god. Oké, maar mag Casey Milou dan eigenlijk nog wel? Ik weet het niet. Of dat zo is. Nou, maar eigenlijk moet... Waarom kan Casey tegen haar de vreemdgaan situatie uitleggen? Ik bedoel, Milou die gaat nu toch ineens met Luca? Casey ging toch als eerst? I don't know. Nou oké, we hebben het er maar even over. We hebben het maar even over deze... Over deze situatie. Want ik weet het nou ook niet helemaal wat hiermee aan de gang is. Oeh, oké. Nou, er was volgens mij niet veel aan de hand. Trash Casey's cheating porn. Oh, Milou kan slecht praten over Luca. Nou, dat wil ze denk ik niet. Oh, Casey gaat trouwens slapen. Nou ja, ze gaat een dutje doen, maar dat vind ik wel gewoon slapen. Ja, ik vind dat slapen. Nou, en wie gaat nu de vrijstelling winnen? Lily of Milou? Het wordt nu al echt spannend. Wie blijft er het langst wakker? Oh, Milou gaat naar bed! Oh, Lily heeft de vrijstelling gewonnen. Ja, kijk maar. Ja, ze doet een dutje. Nou, dat vind ik gewoon naar bed gaan. Dus Lily heeft de vrijstelling voor de volgende aflevering. Nou, we kunnen dus straks niet op Lily stemmen. Dat is slecht nieuws voor Luca en Milou. Want die hadden denk ik wel echt die vrijstelling nodig. Dus op wie gaan we nou straks stemmen, jongens? Ja, dat is wel echt spannend. Nou, iedereen gaat nu eerst wel eventjes gewoon slapen. We gaan geen dutje doen, maar eventjes gewoon normaal slapen. Even een paar uurtjes. Nou, dan gaan we de volgende dag nog eventjes leuk wat met ze doen. En dan gaan we alweer stemmen. Ja, dit is spannend. Ik weet niet wie er nu uitgaat. Ik wil ook nog wel eventjes dat tussen Milou en Luca verder ontdekken. Kijken of daar nog wat in zit. Of ze nog iets met elkaar gaan doen of zo. We gaan het gewoon nog eventjes proberen.
Wie gaat er als eerst wakker worden? Nou, het is weer slecht weer buiten. Het is weer aan het regenen, zo te zien. Nou, iedereen die moet nog even doorslapen. Dan doen we dan nog even lekker. Maar we gaan niet weer allemaal uitslapen tot 12 uur, hoor. Dat vind ik veel te laat. Dat is ook helemaal niet nodig. Ik moet even een beetje een normaal slaaproutine krijgen. Even kijken. Hier, Jason, die is al bijna weer wakker. Nou, hier, ik ga... Oh, wat wil hij doen? Pingpong spelen? Nee, ik ga Jason er gewoon nog vast even uithalen. Douchen. Oh, iedereen die heeft nu ineens een kater van al die drankjes gisteren. Nou, dat is mooi. Iedereen voelt zich lekker weer ongemakkelijk. Dat is ook niet lekker. Hoeveel waren er eerst? We begonnen met 10 mensen en er zijn er nu dus nog 5. Dus ja, er zijn al 5 mensen vertrokken. Dus ja, het wordt echt, het wordt echt steeds meer een familietje of zo. Ja, zoals ik net al zei. Het wordt steeds jammer, meer jammer, omdat er iemand uit moet. Ik wil eigenlijk gewoon het liefst dat iedereen er nu in blijft. Maar ja, dat kan natuurlijk niet. Er kan maar 1 iemand winnen, dat is ook wel weer zo. Ja, Luca gaat ook uit bed. Zoals ik al zei, we gaan niet allemaal weer tot 12 uur uitslapen. Ja, ik dacht ik kan even gaan sporten, maar het is nu slecht weer. Dus dat is ook niet echt lekker dan om te doen, denk ik. Nou, dan moet je maar even iets anders gaan doen. Dan moet je maar even een boek gaan lezen of zo. Ja, weet ik veel. Je moet toch iets. Wat gaat hij nou doen? Nee, je gaat geen pingpong spelen. Hij wil de hele tijd pingpong spelen of zo. Gaan we gewoon niet doen. Casey, die komt ook weer even uit bed. Iedereen is weer lekker uitgeslapen en uitgerust. Casey is nu wel de enige die geen relatie, zeg maar, heeft. Nou ja, ze is natuurlijk nog wel verliefd op Luca. Maar ja, Luca die gaat eerder voor Milou, denk ik. Dus dat is Casey de enige die geen liefde heeft dadelijk. Dat is wel zielig. Dan is ze echt het vijfde wiel gewoon. Ja, nou ja, zo is het dan ook maar. Ja, Lily die mag ook weer eventjes uit bed gaan. Oeh, ze voelt zich heel ongemakkelijk. Ochtendmisselijkheid door de zwangerschap. Rugpijn. Een kater terwijl ze zwanger is. Dat is ook niet heel erg een heel erg goed idee. Maar ja, oké, dat is nu al gebeurd. Dat was niet zo slim van haar om te doen. Even kijken hoor. Wie, Milou slaapt nog, hè. Die moet ook wakker worden. Zo, iedereen weer lekker wakker. Zo. Oké. Waarom staat Casey hier met Jason? I don't know. Onzekerheden bespreken. Ik denk dat Casey zich wel een beetje onzeker voelt door de hele situatie met Luca. Is natuurlijk niet echt leuk voor haar. Ik bedoel, Luca vindt haar niet leuk, maar kiest eerder voor iemand anders. Babsani Yimbamak. Pinguna. Daar hebben ze nu even een gesprek over. Oh, Pimpini. Tubin. Froben Havoy. Sawada Nuloy. Even kijken. Zoomf. Narbo Kwarp. Ze gaat ook even over haar liefdesleven klagen. Jambachu. Het is ook al iets. Iets wat ze nu. Ja, wat nu ook al een beetje toepasselijk is. Nou, wat zit iedereen hier verdrietig bij, joh? Iedereen zit een beetje saai of zo. Even wat gezelligs doen, jongens. Kom op, even aankleden. Even niet zo met een chagrijnig hoofd allemaal zitten. Ah, Lily voelt zich heel ongemakkelijk, dus dat is niet fijn. Misschien moet Jason haar eventjes een beetje geruststellen of zo. Of iets van een massage geven. Ja, hier. Hij kan een massage aan haar geven. Nou, dat gaat hij dan maar even doen. Dat zou ze dan wel fijn vinden. Ik ruim het bord wel even voor jullie op. Dat hoeven jullie allemaal niet te doen. Hier, ze krijgt lekker een massage. Nou, dat vindt ze denk ik hartstikke fijn. Zo, en Lily, of nee, Milou, die gaat eventjes met Luca natuurlijk praten. Ja. Wie had nou de vrijstelling? Ik ben het vergeten, oh my god. Lily had de vrijstelling, toch? Fina. Waarom ben ik... Ik heb het ook niet opgeschreven. Daarom moet ik het opschrijven, anders vergeet ik het gewoon letterlijk. Volgens mij was het Lily. Nee, het was sowieso Lily. Lily heeft de vrijstelling natuurlijk. Nou ja, op haar kan dan niet gestemd worden. Hadden zij nou al gezoend? Milou en Luca? Ja, ze hadden al gezoend, alleen ging het toen door de lucht of zo. Dat was een beetje raar. Maar goed. Ze gaat even een sexy pose doen. Milou heeft er helemaal zin in. Ja, ik denk dat echt de tweede relatie hier ontstaat hoor. De twee red flags gaan met elkaar. De twee toxic mensen. Nou ja, het wordt wel een hele erg toxic relatie dan. Maar ja.
Als ze allebei toxic zijn, is het ook minder erg. Die arme Casey zit er maar tussen. Waxa. Kunnen we ook, ja, ze kunnen wel lachen met elkaar. Ze maken ook heel veel grapjes met elkaar. Dus ik denk dat ze gewoon oprecht wel bij elkaar passen. Wel leuk. Even kijken. Flirten. Een gewaagde vraag stellen. Oeh. Ze vraagt iets heel sexy's aan hem. Wat het is, dat weten we natuurlijk niet. Oh, kijk, haar buik is gegroeid hoor. Haar buik is gegroeid, die van Lily. Kijk eens aan. Nou, nu zien we het duidelijk. Ze voelt zich alleen wel echt heel ongemakkelijk. Ik weet niet wat er allemaal is. Oh, ze heeft zin in gezond eten ook nog. Nou, dan moet je dat even maken. Nou, misschien moet je eerst eventjes naar je vriend gaan. Doe ik dit wel goed? Ze voelt zich zo ongemakkelijk. Ze gaat eventjes met hem praten. Hopelijk kan hij haar een beetje geruststellen. Kan die dat? Op de wang zoenen of zo. Oh, ze doet heel awkward. Ze zit er heel awkward naast. Luca heeft een goede reputatie. Hoe kan dat? Dat is onmogelijk. Dat is letterlijk onmogelijk. Ah, goed. Zo, doe maar even lief tegen je vriendin. Ze kan het wel gebruiken, want ze voelt zich helemaal niet fijn. Kunnen we nog iets voor haar betekenen? Nee, ik denk het op dit moment niet echt. Iedereen komt meteen weer naar de badkamer. Hallo, gun hun ook eventjes wat privacy, joh. Privacy zit er echt helemaal niet meer in. Oh, nou, Lily kan nog wel grapjes maken. Dus dat scheelt weer. Deze twee meiden zijn aan het eten in de wc. Dat vind ik een beetje raar. Dat is niet de bedoeling. Ah, oh, arme Lily. Ik wil haar eventjes blij maken. Luca gaat even... Of Luca, ik ben heel in de war met die namen. Jason gaat eventjes zijn toegewijdheid laten zien aan Lily. Eventjes zeggen dat hij voor altijd bij haar blijft. Dat hij 100% voor haar wil gaan. Kijk. Ja, dat wilt hij. Nou, hij heeft in ieder geval het al helemaal vergeven dat Lily bijna had geflirt met Mosi. Nou ja, het was niet Lily's schuld, maar dat van Mosi natuurlijk. Maar het gaat in ieder geval nu wel goed. Oh, Luca en Casey hebben ineens een gevoel met elkaar verdiend. Oké, een verbonden gevoel was dat. Nou, ik weet nou niet wat die Luca wil hoor. Volgens mij wil Luca gewoon met hun allebei gaan. Wat een player. Ja, maar zo werkt het leven natuurlijk niet. Je moet toch een keus maken met wie je wil. Het kan niet met allebei. Het is gewoon niet de situatie. Oh. Ja, en als hij nu weer met Casey gaat flirten dan? Nou, we gaan het maar gewoon weer proberen. Hij wil gewoon letterlijk... Hij kan natuurlijk ook met allebei een relatie aangaan. Dat is wel echt heel erg, maar het kan wel. Ik bedoel, het kan gewoon letterlijk. Oh my god, hij is haar aan het verleiden. Oh, Casey vindt het toch leuk ook. Het is zo zielig. Casey is echt gewoon helemaal verliefd op hem. Die Luca is echt alleen maar grapjes aan het maken. Oh, arme meid. Nou, ze vindt hem ook wel een red flag, zie je? Ze weet wel dat hij niet helemaal deugt. Maar toch, ze kan hem gewoon niet weerstaan. Ze is echt heel erg verliefd op hem. Dat is zielig voor hem. Ze wordt echt aan het lijntje gehouden. Maar ja. Kindje maken. Nou, we gaan niet nog een kindje maken. Nee, absoluut niet. Casey die gaat wel onder de douche. Oeh, nou, Luca staat erbij. Oeh, oké, nee, hij is toch netjes weggegaan. Hij gaat naar de wc. Nou, allemaal prima. Even de situatie. Oh, Lily is lekker eten aan het maken. Oh, dit is aan het schoonmaken. Kijk wat een goede meid. Doet ze gewoon eventjes. Hartstikke netjes. Zo, een heel flirterig ineens. Kunnen we al gaan zwemmen eigenlijk? Nee, we hebben nog geen één keer het zwembad kunnen gebruiken. Omdat het elke keer te koud is. Oh my god, vadertje Winter staat er nog steeds. Hoe dan? Die staat er echt altijd. Trouwens, had ik deze deur alweer op slot gedaan? Ja, oké. Okay. Ik was even bang. En niemand was nog ontsnapt hoor. Maar ik twijfelde even aan mezelf. Oh ja, hier. Er zitten de drie tortelduifjes. Nou ja. Ik weet niet meer wie nou met wie wil. Hier, kijk, er is wel een gevoel tussen Casey en Luca. Wat erg. Luca gaat Casey zoenen. Dat gaat hij doen. Oh, hopen dat Milou het niet ziet. Oh, deze komt net binnen. Oh, daar zou ze niet blij mee zijn, denk ik. Oh, nee, daar gaat ze niet blij mee zijn. Oh, gaat ze dan nu boos worden op Casey? Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. Ik denk dat ze nu boos gaat worden op Casey. Milou is sowieso altijd wel een beetje snel boos. Dus hier is ze niet van gediend. Ja.
Oh, dadelijk wordt het weer een bitchfight. Oeh. Nee, dat vindt ze niet leuk. Nou, Casey en Milou die worden geen vriendinnen meer, denk ik. Casey is helemaal niet van het agressieve, boze gedoe. Maar zij gaat nu ook wel eventjes Milou even een keertje uitschelden. Nou, dat heeft ze ook wel eventjes een beetje verdiend, hoor. Ja. Ja, dan kan ze wel schrikken. Ja, snap ik wel. Die Casey scheldt nooit, maar nu even wel. Oh, wat is er met haar aan de hand? Ze zit weer aan haar buik. Ja, ze heeft nu toch wel echt een flinke buik al gekregen, hoor. Dus het gaat toch wel... snel. Nou jongens, met wie moet Luca nu verder gaan? Met Milou of Casey? Ik weet het niet meer. Of gewoon echt met allebei? Gewoon echt letterlijk met allebei. Oh, wat gaan zij met z'n tweeën doen? Hij vroeg iets aan haar. Een vathandstad? Waarom dat nou weer? Oké, okay, nou ja. Nou, nu kan Luca weer eventjes met Milou dan flirten. Ik bedoel, Casey is weer verdwenen. Dan gaat hij weer met haar. Zo, is hij nou eenmaal? Hij vindt gewoon allebei leuk. Zo! Wow! Jason heeft er zin in. Oh, dat is niet lekker. Nou, daar wordt geflirt, zoals je ziet. Oh, hij heeft hem ook bijna zijn rug. Dat was niet slim om te doen. Nee, absoluut niet. Nee, je gaat niet nog meer vathandstanden doen. Het is nu al even klaar. Ga eventjes lekker... We gaan even naar het liefdesleven van Casey vragen. Jason gaat even vragen hoe het nou zit allemaal met Luca en Casey. Hij gaat eventjes verhaal halen. Dat is natuurlijk ook niet, niet leuk voor haar. Even kijken. Kunnen we een diepgaand gesprek voeren? Ja, dat gaan we even doen. Oh, nou ze is even haar, aan het klagen hoor over haar liefdesleven. Ik begrijp het helemaal. En hier wordt gewoon doorgeflirt. Ja joh, de twee red flags. We weten het nu natuurlijk ook wel. Joh, weet je wat? Waarom kunnen hun dan nog niet zoenen? Hebben we nou al gezoend, Milou en Luca? Nee, toch? Die hebben volgens mij nog niet gezoend. Dat kan ook helemaal nog niet. Terwijl hun... hun balk is wel heel vol. Oeh. Kijk, ze flirten. Oh, Milou die heeft er ook zin in, hoor. Kijk, er gaan, joh. Die heeft er echt zin in. Nou, kom op. Dan moeten wij ook maar gaan zoenen. Eerste kus. Ja, joh. Luca heeft gewoon nu... met iedereen gewoon gezoend. Oh, wat erg. Zo zielig voor Casey. Casey die kan het gewoon zien ook vanaf hier, hè? Ik weet het niet. Oh, het ging maar door het flirten. Ja, Casey had toch al met Luca gezoend? Dat was toch letterlijk gewoon... Dat was toch letterlijk... Ja, die hadden echt wel lang gezoend. Oké. Nou ja, het zal in de regen spelen. Wat gaan jullie in de regen doen? Gewoon hier random staan of zo? Gaan we oh ja doen? Oh, ze gaan oh ja doen. Ja, dat gaan ze doen. Het moet toch wel weer even een keer gebeuren, hè? Oh, maar dat zou Casey echt helemaal niet leuk vinden. Oh, stel dat Casey dan ook binnenloopt. Ik weet niet waar ze nu oh ja gaan doen. Ik denk hier gewoon. Oh, en hoe heet ze? Lily ligt hier te slapen. Dat is ook niet leuk. Oh, ze is heel boos. Waarom? Oh, ze is geïrriteerd. Ze heeft een beetje mood swings. Oké, nou, dat kan ik nog wel begrijpen. Nou, ze gaat even een dutje doen. Doe jij maar even lekker een dutje, meid. Ja, nou, er zijn niet veel mensen meer over. Dus Jason, die moet wel met Casey nu verder gaan praten dan. Of gaan dansen. Ja, er zijn niet meer mensen om mee om te gaan. En zij zei al... Oh, daar gaan ze. Luca en Milou. Oh, nou, oké. We kunnen nu wel zeggen dat de tweede relatie echt is ontstaan, hoor. De relatie tussen Milou en Luca is nu wel echt van start gegaan. Maar ja. Wel zielig voor Casey. Arme meid. Moet Casey er nou dan straks uit misschien? Want ja, er is nu een relatie tussen Jason en Lily. En tussen Luca en Milou. En Casey is de enige die zeg maar overblijft. Moet zij dan dadelijk eruit? Ik heb geen idee. Nou ja, deze twee tortelduifjes hebben elkaar helemaal gevonden. Oh, wat? Vinden jullie het nou vies dat jullie het met elkaar gedaan hebben? Dat doen jullie toch zelf? I don't know. Luca gaat even over trouwen praten. Oh, ik denk dat Milou daar niet echt blij van wordt. Oh, wel! Joh, ik weet echt niet meer wat al die Sims hier willen, hoor. Het is elke keer weer wat anders. Echt letterlijk elke keer.
Nou ja, oké, dan kunnen zij nu ook samen dit bed claimen. Rechterkant aan Luca, linkerkant voor Milou. Ja, nou ja, iedereen slaapt dadelijk samen met iemand in bed, behalve Casey. Oh, het is echt zielig. Het is echt zielig, maar ja, dit is gewoon een relatie al. Hier, kijk maar. We gaan ook gewoon de verkering vragen. Denk ik dan, vaste verkering vragen. Ja, ze wil. Tuurlijk wil ze. Nou ja. Dus we hebben nu... Ik zie allemaal shipnamen in de reacties. We hebben nu Luca en Milou. Dat is... Muka of Lilou of zo. En wie hebben we nou nog meer? Jason en Lily. Dat is... Lezen. Oké. Okay. Nou, Casey is het vijfde wiel. Arme meid. Nou, zij zijn helemaal romantisch met elkaar. Lily die is helemaal romantisch. Nou ja, Casey die zit wel lekker met Jason te praten. Maar die moet dan misschien maar eventjes op de gitaar gaan spelen. Ja. Wat moet je dan als vijfde wiel? Ik weet het ook niet zo goed. Oh, ze gaat weer sporten. Nou, maar hoe zit het nou met die zwangerschap dan van haar? Want ze zou al lang moeten bevallen. Ik begrijp er niks van waarom het niet gebeurt, zeg maar. Even kijken hoor. Even kijken. Ja, het gaat wel gewoon goed. Nou, we doen er wel even in het derde semester. Ik weet niet waarom het niet vanzelf gaat, die zwangerschap. Het is best wel een beetje raar. Ik heb het ook nog nooit gehad. Maar het gaat maar niet verder of zo, lijkt het. Milou die gaat even darten. Nou, we gaan toch wel weer bijna stemmen alweer. De laatste keer in deze stream. Even kijken. Oh, hij ligt alweer op bed, joh. Nou, dat is wel heel vroeg. Ik weet niet waarom hij nou gaat slapen. Kom op. Oh, er moet ook gestofzuigd worden. Oh, heeft iemand die nog wel? Of heeft een andere speler die meegenomen? Oh nee, Casey heeft hem nog. Nou, Jason, laat eventjes je goede kant zien. En stofzuig even de boel hier. Zo. Hij gaat ook weer slapen? Nee. Moeten Casey en Luca niet eventjes een gesprek voeren? Ik denk het wel. Ik denk het wel. Nee, je gaat niet slapen, want je hebt Casey best wel pijn gedaan. Dus we gaan daar gewoon even wel een gesprek over voeren. Even kijken. Onzekerheden bespreken. Nou ja. Het is toch echt wel gemeen. We kunnen er verder niet echt iets over zeggen of zo. Soms kan dat wel, maar... Even kijken... Casey die kan volgens mij wel nu naar zijn liefdesleven of zo vragen. Vragen of Sim vrijgezel is. Nou, dat gaat ze dan maar even doen. Ze gaat even bevestiging halen of Luca nu echt een relatie heeft met Milou. En dan zegt hij natuurlijk ja. Ja, ik heb een relatie en het is niet met Casey. Dus ze voelt zich wel flirterig, maar ja. Oh, hier. Afkeur voor vreemdgang door woedend te zijn op iemand in de buurt. Het is heel onaangenaam om in de buurt te zijn van iemand die het vertrouwen van Casey heeft geschaad. Ja, dat is Luca natuurlijk heeft dat gedaan. Jij hebt het vertrouwen van Casey geschaad. Dat heb je gewoon gedaan. Maar we kunnen er verder niet... Oh ja, hier wel. Oh, we kunnen er nu wel iets over zeggen. Wacht. Wait a second. Casey kan nu tegen hem... Oh nee, het kan niet. Luca kon wel tegen Casey iets doen. Luca die kan sorry zeggen voor het flirten met iemand anders. Dat gaat hij dan maar gewoon doen. Ook al meent hij er helemaal niks van natuurlijk. Ik bedoel, hij wil gewoon met Milou toch? Of hij vindt Casey ook leuk. Oh, Casey vindt het niet erg of zo dat hij dat heeft gedaan. Ja, ik vind Casey snap ik ook af en toe niet meer hoor. Ik weet ook nog niet wat zij wil. Hier, ze gaat even over de liefdesleven klagen. Maar ik... nee, ik snap haar ook niet meer helemaal elke keer. Nou ja, zij gaat dan maar naar bed toe. Even kijken. Ja, dit is nu het bed van Luca en Milou natuurlijk. Ik weet niet waar Milou nou is. Die ligt ergens op de bank te slapen of zo. Oké, nou, Luca gaat hier slapen. Milou die gaat ernaast en Lily die gaat natuurlijk bij Jason in bed. Oh, maar Jason die ligt in zijn eigen bed. Nou.
Oh, zo, hij mag ook weer even zijn baard scheren. Wat groeit die baard hard van hem, joh. Niet normaal. Oké, nou, iedereen gaat slapen. Alle turtelduifjes liggen bij elkaar. En Casey ligt als enige alleen. Echt zielig. Oh my god, kijk hoe leeg het ook is. Het is zo leeg hier al. Het gaat zo snel. Ik vind het echt bizar. Het was eerst gewoon helemaal vol. We hadden eerst zelfs te weinig bedden. Toen moesten sommige Sims gewoon nog op de bank slapen. En nu is het gewoon zo leeg. Niet normaal. Nou ja, we gaan ze eventjes lekker laten slapen. En daarna gaan we weer stemmen, jongens. Ja, het gaat weer gebeuren. Het gaat absoluut weer gebeuren. En ik denk dat Lily nog niet gaat bevallen. Nee, ja, dat gaat dan de volgende keer pas gebeuren. Het gaat sowieso niet vanzelf of zo, lijkt het. Het is een beetje een raar verhaal. Ze moet wel weer heel nodig naar de wc nu. Nou, rennen meid, anders doe je het in je broek. Hup, hup, kom op. Ja, kijk, de buik is wel groot nu, hoor. Kijk maar. Ja, het gaat volgende keer gebeuren, denk ik. Moet wel. Oh ja, hier. Oh ja, daar staat al bevallen over. Vraagteken, vraagteken, vraagteken. Oké, ja, ze kan dus wel ieder moment gaan bevallen. Ik denk dat het wel volgende keer is. Dus niet in deze stream nog. Maar ja, dan wordt de volgende stream extra spannend. Lily heeft sowieso een vrijstelling gewonnen. Dus ze kan er niet uitgestemd worden. Dus we gaan hoe dan ook de bevalling zien. Je moet nog een wiegje plaatsen. Oh, dat hoeft niet per se hoor. Ze kunnen ook gewoon bevallen zonder dat dat er staat. Het is niet dat ze daardoor niet bevalt of zo. Ik kan het wel alvast neerzetten, maar dat maakt in principe niet uit. Want als ze gaan bevallen en er staat geen wiegje, dan komt dat wiegje vanzelf, zeg maar. Dus het is niet dat het nodig is. Maar we zetten hem wel alvast even neer. Ja, waar moet ik hem neerzetten, dat ding? Gewoon hier midden random in de kamer. Of zo even hier ergens. Ik heb er, ja, dit is helemaal geen plek voor een wiegje natuurlijk. Ik zet hem wel even. Ik kan hem hier ook niet zetten. Nou, ik zet hem dan maar even daar. Oké, Lily gaat weer even verder slapen. Nou, bijna tijd voor de stemronde, jongens. Jullie kunnen alvast gaan bedenken op wie je gaat stemmen. Het is wel lastig nu, vind ik. Ik weet ook niet wie eruit gaat. Ik weet zelf ook nog niet op wie ik ga stemmen. Het is echt een lastige situatie. Oh, kijk hoe goor het hier is. Oh, dit ook. Bah, ze moeten echt het huis weer een beetje schoonmaken. Hier, dit is ook goor. Nou, niemand maakt hier echt schoon, zo te zien. Nou, dat gaan we ook nog eventjes aanpakken dan. Spannend wordt het wie eruit gaat. Ja, ik weet het echt niet. Ik moet zelf ook echt eventjes goed gaan nadenken nu. Oh, hier, Milou is al wakker. Iedereen wordt alweer wakker. Oh, die moet heel nodig naar de wc. Nou, we gaan dit allemaal eventjes regelen. En dan daarna gaan we het stemmen doen. Zo, iedereen moet zich natuurlijk wel eventjes fijn voelen tijdens het stemmen. Oh, die wc is bezet. Er moet ook weer iemand ontbijt maken natuurlijk. Ja, zeker weten. Hier, Casey. Casey kan het ontbijt wel even maken. Volgens mij heeft zij dat nog echt geen één keer gedaan. Gaat zij dat nu eventjes doen? Hier, Luca die is ook alweer wakker. Top. Milou gaat even douchen. Zo, hij gaat nog eventjes naar de wc. Nou, en Jason die mag zich wel weer eventjes scheren voordat de stemronde is. Want die grote baard ziet er natuurlijk ook niet uit. Dat is wel heel erg overdreven. Zo, hij gaat eventjes zijn baard lekker trimmen. Lily, ja, die ligt nog lekker te slapen. Nou ja, mag voor mij ook wel. Oh, de radio is weer kapot. Ah, oh, jammer. Nou, we vervangen hem wel even. We gaan ook wel een beetje door het geld heen nu. We hebben nog iets meer dan 5000 simdollar. Dus ze moeten ook niet te veel gekke uitgaven doen. Nou ja, niet dat ze het ergens ook maar aan kunnen uitgeven, maar ja. Toch moeten ze er een beetje op letten. Zo, iedereen weer eventjes zich aankleden voor vandaag. Kijk, hij heeft trouwens ook nog een andere outfit, zie ik. Dit, of is het een formele outfit? I don't know, maar hij doet het gewoon even aan. Heeft zij nog een andere outfit? Ja, ook wel een paar. Maar dit is voor mij haar... Oh nee, dit is wel een alledaagse outfit van haar. Nou, dan doet ze dat nu lekker even aan. Prima. Er is in ieder geval ontbijt. Casey heeft het gemaakt.
Hartstikke fijn. Nee, jij gaat niet dansen dan. Je gaat ontbijten. Nee. Je hoeft niet meer te maken, Jason. Is al gebeurd. Je hoeft alleen nog maar te eten. Niemand hoeft meer iets te maken. Zo, komt Lily er ook aan? Lily eventjes uit bed halen. Zo. Nou, dit is het laatste ontbijt met z'n vijven. Want hierna zijn we nog maar met vier over. Oh my god, dat gaat echt zo snel. Niet normaal. Ja, en wie zou eruit gaan? Nou, geniet er nog maar even van met z'n allen. Ja, geniet er nog maar even van. Wordt er nou al meteen weer geflirt? Nee, toch? Nee, ik denk niet dat dat de situatie is, maar goed. Oké, als iedereen een beetje klaar is, dan gaan we dadelijk ons gereed maken voor de stemronde. Oh, Lily gaat even met Luca kletsen. Nou, prima. Maar pas op voor die Luca, hoor, want dadelijk gaat hij weer flirten. Ik bedoel, die flirt met iedereen, dus ja, je weet het maar nooit met hem. Oh, zij moet weer naar de wc en ze moet nu echt heel vaak naar de wc. Dus ik denk dat die bevalling van Lily echt wel in de buurt aan het komen is, hoor. Denk ik echt wel. Oké, ja, we gaan alvast zitten weer op de bank voor de stemronde. En dan gaan we iedereen weer eventjes langs. De tweede stemronde voor vandaag. Jason gaat alvast zitten. Zo. Ja, Lily, jij gaat nog naar de wc. Rustig, maar je hoeft niet op te ruimen. Dat wordt allemaal al voor je gedaan. Oh, kijk, hier is weer wat romantisch. Oeh, nou, ik hoop voor Luca en Milou dat niet één van de twee eruit gaat. Want dan zijn ze allebei niet blij, denk ik. Nee. Nou, die gaat ook even zitten. Oh, Casey, heb je dat weer gesloopt? Gelijk minpunten. Nee, grapje. Maar dat is niet echt chill. Ligt er weer een plas water. Nou, dat ruimen we later wel op. Zij gaat ook eventjes zitten. Zo, is Lily... ja, Lily komt eraan. Die moest nog eventjes naar de wc. Moet ook gebeuren natuurlijk. Zo. Nou, jongens. De tweede stemronde van vandaag. En het wordt nu echt spannend, want dit is nog de groep die over is. Het zijn heel weinig mensen. Oké, nou, we gaan eerst eventjes natuurlijk weer iedereen langs. Oké, we hebben hier Jason. Heeft Jason nog iets raars gedaan? Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk heeft hij zich goed gedragen. Jason die heeft natuurlijk een relatie met Lily. Nou ja, Jason was heel eventjes een beetje boos op Lily omdat zij had geflirt met iemand. Maar dat is allemaal alweer uitgepraat. Het was een misverstand. Er is niks aan de hand. Dus ik denk dat Jason redelijk veilig is. Maar ik weet niet hoe jullie er natuurlijk over denken. Dan hebben we Luca. Ik denk dat Luca echt nog steeds wel in de gevarenzone zit. Luca is echt de player. Hij heeft nu een relatie met Milou. Maar hij flirt ook af en toe met Casey. Hij heeft nog niet geflirt met Lily. Dat moet er ook nog eens bij komen. Dus ja, hij heeft wel echt Casey gekwetst. Dus dat is wel, wel een beetje zielig. Maar ja, ik hoop maar het beste voor hem. En dan hebben we Milou. Nou ja, Milou is nu dus met Luca. En Milou is wel een beetje de stoker. Af en toe een beetje bitchy. Dus is ook niet heel erg positief. Maar ja, ik gun haar wel dat ze hier samen met haar vriend natuurlijk ook kan blijven. En ik denk dat tussen Milou en Casey ook nog wel wat drama kan ontstaan. Eventueel. Dus ja, I don't know about Milou. Nou, dan hebben we natuurlijk Casey. Ja... Casey is nu wel echt het vijfde wiel. Iedereen heeft een relatie behalve zij. Zij valt nu echt een beetje buiten de groep. En daar kan ze niet heel veel aan doen natuurlijk. Maar ja, misschien is ze ook wel een beetje nu saai geworden. Ik vond haar wel echt een potentiële winnaar. Maar ik vind haar nu ook wel een beetje saaiig. Ik heb ook misschien wel zoiets van... Ja, weet je, er is meer spanning en sensatie. Het wordt spannender als deze vier blijven, dus de twee koppels, zeg maar. En dat Casey dan weggaat. Maar I don't know. Casey was wel altijd de favoriet al. Ook wel een beetje van mij, dus ik weet het niet. Echt lastig. Maar ja, alsnog, ze heeft nooit iets fout gedaan. Ze is een goede sim, dus daar ligt het zeker niet aan. En Lily, die heeft natuurlijk een vrijstelling. Dus die kan er niet uitgestemd worden. Spannend! Echt heel spannend. Oké, nou, ik ga het... de poll in ieder geval weer aanmaken. Dan kunnen jullie straks weer stemmen. Je hoeft het niet in de reactie te zetten, maar je kan straks stemmen via de website.
Wie moet het huis verlaten? Oh, spannend jongens. Is het Jason die hier zit? Of is het Luca die hier zit? Of is het dan toch misschien Milou die hier zit? Of is het Casey die hier zit? En nogmaals, op Lily kan niet gestemd worden, want zij heeft een vrijstelling. Oké, jongens, het linkje komt er weer aan. Het linkje komt er weer aan. Oh, dat was een video van mezelf. Ik wil even naar mijn eigen livestream gaan. Oh, hier. Ja, oké, ik heb het. Oké, het linkje komt nu in de chat in 3, 2, 1. En daar is die. Daar is het linkje. Jullie kunnen weer stemmen. Zo, de stem zeker. Ik ga eventjes natuurlijk jullie stemmingen weer afwachten. Zo. Oké, het staat nu in de chat vast. Ik heb het vastgezet, het bericht, het linkje. Met mijn andere account, want die kan ik blijkbaar wel vastzetten. Dus stem eventjes op het linkje dat in de chat staat. Daar kan je stemmen op wie eruit moet. Dus wie moet het huis verlaten? Let me know. En dan ga ik zelf ook stemmen. Ik ga er alvast even over nadenken. Want ik vind het echt nu echt wel lastig. Ik weet het niet zo goed wie eruit moet. Nou, die website laat niet bij mij. Hebben jullie dat ook? Oh ja, hij laat wel. Oké, het duurde even. De website duurt even wat langer tot hij het doet. Hier, kijk, hij is er wel. Ja, de website loopt een beetje vast. Ik weet niet waarom. Misschien zijn we zo massaal aan het stemmen dat de website helemaal niet meer kan trekken. Oké, maar stem even op het linkje dat in de chat staat. Als hij het niet doet, probeer het even nog een keer. Want de website is een beetje langzaam. Het duurde bij mij ook een tijdje voordat hij was geladen. Het doet het wel. Ik heb het ook op mijn telefoon nu nog even geprobeerd. Je moet gewoon heel eventjes wachten tot die is geladen. Kijk maar, ik heb hem hier nu op mijn telefoon. Ja, ik denk gewoon dat er zoveel mensen aan het stemmen zijn dat het even, dat hij soms wat langer moet laden. Hij duurde nu ook weer wat langer, maar hij doet het wel hoor, het linkje. Dus eventjes geduld, op het linkje klikken en dan komt de website waar je kan stemmen. Het staat in de chat, het linkje. Stem. En dan zie je dit lijstje zo, wat je hier ziet. En dan kan je daar stemmen. Oké, spannend. Oké, ik ga alvast bedenken op wie ik ga stemmen. Ik ga het nog niet zeggen. Jullie moeten lekker je eigen keus maken natuurlijk. Oh, dit is lastig. Dit is even lastig. Ja. Ja. Ik ben er helemaal stil van. Ja, wat moeten we nu doen? Ik denk... Oké, is iedereen een beetje klaar met stemmen? Als het niet lukt, het linkje staat in de chat, het doet het gewoon. Je moet alleen... De website duurt soms wat langer om te laden, dus... dan moet je even geduld hebben. Bij mij duurde het net ook 30 seconden of zo voordat die website was geladen. Dus dat is het enige wat misschien niet kan werken. Maar met een beetje geduld moet het werken. Ik geef jullie nog wel heel eventjes de tijd voor degene die... waarbij het langzaam laat. Morgen ga ik weer een aantal lidmaatschappen weggeven. Nou, Michelle, wat lief. Maar voel je niet verplicht, hè? Je hebt echt al zoveel gegeven. Het is echt al enorm lief. Maar je maakt wel echt heel veel mensen blij. Ik denk dat je echt... Nou, je hebt sowieso van 35 mensen al gewoon hun dag gemaakt. Dus dat is natuurlijk echt al bizar lief. Echt nogmaals heel erg bedankt, Michelle. En leuk dat je er nog steeds bent.
Oké, nou, ik geef jullie nog 30 seconden. En dan ga ik zelf ook stemmen. Dan ga ik ook stemmen. En heb ik al besloten op wie ik ga stemmen? Ja, ik heb besloten. Ja. Ik heb besloten op wie ik ga stemmen. Ik denk dat veel van jullie het niet met me eens zijn misschien. Maar ik heb besloten. En iedereen mag natuurlijk zelf kiezen waar hij op stemt. Oké, nou, ik ga nu ook stemmen, jongens. En daarna gaan we de uitslag bekijken. Oké. Heel veel van jullie zullen het er misschien niet mee eens zijn, maar ik ga stemmen op Casey. Ja, en ik weet dat ze echt al vanaf het begin al een favoriet was. Maar voor mij was ze ook wel een favoriet. Ik dacht al bij het begin van, nou, misschien is zij wel een potentiële winnaar. Maar ik begin er toch wat minder leuk te vinden. Ze is wel een hele goede sim, maar ze is misschien juist te goed voor dit huis. Ze is te lief, te aardig. Ze past misschien niet zo meer in dit huis bij deze mensen. Ik denk dat echt dat we hebben nu een stel. Dat gaat heel goed met elkaar. En we hebben één toxic stel. Die een beetje, ja, het zijn een beetje de dramamakers. Maar goed, dat is ook wel weer leuk. Ik denk dat Casey gewoon niet echt heel goed meer in de groep past. En Jason, nou, die wil ik er natuurlijk gewoon inhouden. Want ja, ik gun hem gewoon dat hij met Lily kan blijven. En Luca en Milou, ja, ze zitten wel in de gevarenzone. Misschien gaat een van hun er wel uit, maar ik, I don't know. Ik gun het ze ook wel om nog even bij elkaar te blijven of zo. Ik weet het niet. Het is sowieso moeilijk, maar ik stem op Casey. Oké, we gaan de uitslag bekijken. Dit is zo spannend. Ik ben heel erg benieuwd. Oké. 3, 2, 1. Oh, nee. Oh, ik dacht het al. Ik dacht al dat Casey er niet uit zou gaan. Nee. Milou gaat eruit. Oh. Arme Luca. Nou, ik had dit wel verwacht eigenlijk, hoor. Ja, ik zei het al natuurlijk. Heel veel van jullie zijn het er misschien niet mee eens. Maar toch best wel veel mensen hebben ook op Casey gestemd. Dus toch wel veel van jullie begrijpen wel een beetje wat ik zei. Met dat Casey misschien niet zo lekker in de groep valt. Ik ben niet de enige in ieder geval. Ja, Milou gaat eruit. Wel echt op de valreep. Luca was er bijna uitgegaan. Maar Luca krijgt dus nog een tweede kans. Nou, die zit er voor de volgende keer wel echt... echt zwaar in de gevarenzone. Dus ik hoop voor hem dat hij die vrijstelling volgende keer krijgt. Die kan hij echt wel gebruiken. En Casey nu trouwens ook wel. Ja, Jason heeft het gewoon weer goed gedaan. Dus ja, dat is de uitslag. Milou gaat het huis verlaten. Oh, ik vind het ook wel jammer. Het is ook zo'n leuke meid, maar ook weer niet. Ze is ook wel, ja, ze ziet er heel lief. Heel lief en schattig uit. Maar ze is toch ook wel een beetje, ja, gewoon een beetje bitchy af en toe. Dat is ook wel hoe het is. Jammer, Milou. Oh, ik zie echt mensen die het jammer vinden. Ja, dat is echt nu... Het is nu zo'n kleine groep. Het is van iedereen eigenlijk jammer als ze eruit zouden gaan, vind ik. Het is van niemand meer leuk. Nee. Maar ja, het is nou eenmaal de realiteit. Er kan maar één iemand overblijven. En dat is niet Milou. Oeh. Oh my god, Yolanda is lid geworden. Hé, hey, leuk. Oh, nou, je bent al lid voor 2 maanden. Superleuk, in ieder geval. Oh, je hebt ook nog gedoneerd. Nou, heel erg bedankt, Yolanda. Ik heb geld gegeven, maar het kwam niet in beeld. Ja, het kwam wel in beeld nu. Alleen de donaties duren wat langer voordat ze in beeld komen. En als je lid wordt, dan is dat, zeg maar, meer gelijk in beeld. Maar heel erg bedankt, Yolanda, voor je donatie en steun. Het is superleuk dat je lid bent, natuurlijk. Al meer dan 2 maanden zelfs. Oké, ja... ik vind wel eventjes dat Milou nog eventjes een momentje samen met Luca verdient. Gewoon eventjes om afscheid te nemen. Want ja, het is natuurlijk niet leuk voor haar. Dus zij gaat nog eventjes afscheid nemen van elkaar. Eventjes omhelzen. Ze moet nu gewoon haar vriendje missen. Nou, ik weet niet of het nu nog haar vriendje blijft eigenlijk, hoor. Ik bedoel, ja... Ik zie Luca nu ook wel weer zo van... Oké, Milou is weg. Nou, bye. Vergeet haar. Ja, Milou is wel helemaal verliefd op hem, hoor. Kijk nou. Oh, kijk ze nou zielig. Oh, dit vind ik echt zielig. Waarom moeten ze er nou uit? Oh, ze zijn echt zo verliefd op elkaar. Ze kunnen gewoon niet flirteriger zijn.
Nou ja, het gaat toch echt gebeuren. Milou gaat nu vertrekken. Helaas, ze gaat de trap af. En op. Ze gaat weg. Arme Milou. Bye. Bye Milou. Zo. Oh, we hadden eigenlijk ook nog een aanzoek kunnen doen. Nou ja, weet je, dat ik vind Luca ook niet de persoon daarvoor om dat te doen. Oh nee, ze is niet blij. I know, I know. Nee, geen aanzoek. Geen kindje maken, nee. We hebben ook geen kindje gemaakt. Arme Milou, dat is Milou dadelijk een alleenstaande moeder. Ik zie Luca, die gaat toch sowieso alweer met iemand anders. Ik weet het zeker. Nou ja, Milou gaat er vandoor in ieder geval. Super jammer. Het was leuk dat ze er was. Oh. Ja, en bye. Dat was een hele rare actie. Maar oké, prima. Daar gaat ze. Oké, uit familie verwijderen. Oh, Milou. Ik doe meteen de deur weer eventjes op slot voor iedereen. Oh, Milou, Milou, Milou. Vadertje Winter staat er nog steeds. Hij wil echt naar binnen of zo. Wat wil hij hier doen? Heeft... Joh, hij zou al lang uitgehongerd moeten zijn. Hij zou al lang dood moeten zijn van de honger. Maar hij staat hier nog steeds. Echt bizar. Oh, daar gaat Milou. Vindt het zo jammer eigenlijk. Oh, daar gaat ze. Nou, jongens. Dit is de situatie nu. Er zijn nog maar 4 Sims over. Dit is het. Dit is het gewoon. Ik ben wel heel erg benieuwd of nu... hoe heet het? Of Luca nu weer met Casey, zeg maar, gaat. Wat is dit nou weer? Sterk onafhankelijke Sim. Door woedend te zijn op iemand in de buurt. Oh. Ja, ze is dus wel nog boos op iemand... Op Luca, die haar hart heeft gebroken. Ik denk wel dat Luca nu weer gaat proberen om met Casey te flirten. Maar ik denk dat Casey er niet meer voor gaat vallen. Het was me weer een hele bedoeling. En in de volgende aflevering... Dan gaat Lily natuurlijk bevallen. En dan is er ook een kind in het spel. Dat is nog heftiger. Dus dat gaat gebeuren morgen. In de stream van morgen. Ik ben morgen weer live rond... ik dacht even dat het iemand anders was. Morgen ben ik weer live rond 7:30. Tussen 7:00 en 7:30 of zo ga ik live. Dus abonneer je zeker even op mijn kanaal. Dan krijg je ook gewoon een melding als ik live ga. En ja, nou, dat wordt het spannend. En morgen gaat er dus maar 1 iemand uit. 1 iemand die gaat vertrekken. En dan is er zaterdag nog een livestream. En dan is de finale met dus 3 Sims. En daarvan gaat er eentje winnen. En dan mogen jullie dus stemmen wie de winnaar wordt. En niet wie eruit gaat. Dus dat wordt helemaal spannend. Leuk, leuk, leuk. Nou, jongens. En als jullie nog een leuke challenge hebben die we dan morgen kunnen doen. Of overmorgen. Laat het zeker weten. Want dat moeten we natuurlijk ook nog doen. Ik weet niet wat hun samen nou... doen. Oh, ze gaan samen pingpongen. Hartstikke gezellig. Leuk. Nou, dat gaan zij even doen. En dan was dit weer de Big Brother Challenge voor vandaag. Oh, wat was het leuk. Ja, het was wel spannend. Maar, hoe heet het? Wie zijn er nou uitgegaan? Milou en... ik ben zijn naam alweer vergeten. Oh ja, Mosi. Milou en Mosi, die zijn vertrokken uit het huis. Er zijn er nu nog maar 4 over... Echt bizar. En het gaat in ieder geval super snel. Ja. Er komt een miskraam bij Lily. Nou, dat weet ik niet hoor. Dat hoeft helemaal niet. Nee, waarom zou dat zo zijn? Ik denk niet dat dat zo is hoor. Ik denk dat Lily wel gewoon normaal gaat bevallen. Ja, misschien ook niet. We gaan het zien in ieder geval. Maar wat vinden jullie nog een leuke challenge die we morgen kunnen doen? Ik zie Anna zegt zwemwedstrijd. Hoe is dat dan? Wie het langst kan zwemmen of zo? Moet ik het dan bijhouden met de tijd? Dat kunnen we doen, want je kan niet echt tegen elkaar zwemmen natuurlijk. Maar dat kunnen we kunnen wel dat doen, wie het langst blijft zwemmen. Doe de 100 baby challenge. Zie ik ook een paar keer. Ja, nee. Ik vind dat zo'n lange challenge. 100 baby's, dan ben je echt maanden bezig. Nee, ik vind dat veel te lang. Nee.
Hebben ze al gedanst? Nou, ze hebben geen danswedstrijd gedaan, maar ik vind het ook een beetje moeilijk hoe we dat moeten doen. Nou, dat kan wel. Je hebt wel zo'n dansvloer, toch? Daar kan je ook zo'n dansstrijd op doen, volgens mij. Nou, ik schrijf die gewoon even op. Danswedstrijd. Oh ja, we hebben ook nog wie het hoogste bedrag met schilderen krijgt, die wint. Dat kunnen we nog doen. Zwemwedstrijd kunnen we dan nog doen. Oké, maar ik weet niet of er bij die dansstrijd ook een winnaar uitkomt, maar... Denk ik wel. Iedereen heeft wel in ieder geval heel erg goed kunnen oefenen met dansen. Want dat is echt het enige wat ze doen zo ongeveer. Dus het is wel leuk om te doen. Hoe gaat de baby heten? En mogen wij de naam van de baby kiezen? Ja, ik heb nog geen naam. Nee, ja. En natuurlijk mogen jullie mee bepalen. Maar ja, ik kan uiteindelijk maar één naam kiezen. Dus ja, daar moeten we dan nog eventjes naar gaan kijken. Misschien dat ik dan ook een aantal namen of zo kan kiezen en daar een poll van kan maken. Maar ik weet sowieso het geslacht nog niet. Dus we moeten eerst maar afwachten of het een jongen of een meisje is. En dan, zodra de baby geboren is, kunnen we over de namen gaan nadenken. Wie het langst kan flirten. Oh ja, dat kunnen we ook nog doen. Nou, dan weet ik al wie er gaat winnen hoor. Luca natuurlijk. Nee, het moet wel iets zijn waar iedereen evenveel kans heeft eigenlijk. En ook wel waar ze een beetje geluk bij moeten hebben. Ja. Ja, wie ging er nu bijna uit? Oh ja, Luca. Ik hoop voor Luca dat hij morgen de vrijstelling heeft. Want dan... dan heeft hij geluk. Als de meisje wordt, noem maar dan Michelle. Oh, dat vind ik wel een heel goed idee. Ja, even als tribuut... als bedankje naar Michelle die zoveel lidmaatschappen cadeau heeft gedaan. Dat vind ik inderdaad een mooi gebaar. Dat kunnen we wel doen. Maar dan moeten we eerst nog hopen dat het een meisje wordt. Nou, als er toevallig nog een jongen is die wil lidmaatschap cadeau wil geven of wil doneren, dan noemen we de jongen naar die naam. En volgens mij... Nee, vandaag hebben er alleen maar vrouwen, meiden cadeau... Of ja, alleen maar gedoneerd. Geen mannen, nee. Oh, laat weer eens je privégame zien. Zal ik ook weer een keer doen. Maar niet nu. Misschien dat ik daar wel weer een keer een video ook van maak. Dat is ook wel weer leuk om een keer te doen misschien. Wie als laatste sauna verlaat wint, zegt Donna. Dat is ook wel leuk. Dat is wel een beetje hetzelfde als de jacuzzi. Kunnen we wel doen, maar het is wel zo'n snelle, best wel snelle challenge. Maar ja, we kunnen het zeker doen. Ik schrijf die ook wel eventjes op. Dat is ook wel een leuk idee. Wie het langst in de sauna blijft. Ik vind dat schilderen ook nog steeds een leuk idee. Wie het hoogste bedrag met schilderen krijgt, wint. Nou, dat gaan we morgen in ieder geval beslissen. En natuurlijk voor zaterdag moeten we ook nog een challenge hebben. Dat gaat helemaal goed komen. Ik vond het in ieder geval heel erg gezellig. Ik ga lekker het afronden en relaxen. Het is alweer 10 uur. We zijn lekker lang live geweest. Bijna 3 uur. Dat was een extra lange livestream vandaag. In ieder geval heel erg bedankt voor het kijken. Bedankt aan iedereen die gedoneerd heeft. Lid is geworden, een lidmaatschap cadeau heeft gedaan. Een extra mega groot bedankje aan Michelle natuurlijk, die 35 lidmaatschappen cadeau heeft gedaan. Ik vind het nog steeds bizar als ik het zeg. Het is niet normaal. Dus heel erg bedankt Michelle natuurlijk, maar ook aan alle anderen die lid zijn geworden en hebben gedoneerd. En aan alle nieuwe abonnees. Als je nog niet bent geabonneerd, doe dat nu nog eventjes. Want dan krijg je ook een melding als ik morgen live ben. Ik ben morgen live rond 7:30 weer. Maar ik probeer iets eerder. Dus misschien tussen 7:00 en 7:30 ben ik morgen live. Dus dan weten jullie dat. Hoop ik jullie dan weer te zien. Dan, de halve finale is het dan al zo ongeveer. Ja. Heel spannend. In ieder geval super bedankt allemaal. Tot morgen en heel erg bedankt voor het kijken en alvast wel trusten voor straks. Doei doei!